Welkom bij de 163e editie van ons Politiek Café Zout. En wat fijn dat u ondanks alle andere evenementen vandaag toch de moeite heeft genomen om hier aanwezig te zijn. En terecht, want we hebben weer een mooi programma voor u. Zo gaan we het hebben over kunst, het Ossencentrum, vluchtelingen en hoe ze waar te huisvesten, over theater, verbindingen en ontmoeten. En dit alles natuurlijk vermengd met muziek, een column en de Zoutquiz. En wilt u het programma nog eens terugzien, dan kan dat via www.openwebcast.nl of via de link op onze site www.politiekcafezout.nl. En natuurlijk voor alle aanwezige moeders, namens Zout, een fijne moedertjesdag. Maar we beginnen met kunst. Hij studeerde vorig jaar cum laude af aan de Design Academy in Eindhoven. Is 32 jaar jong en is gefascineerd door taboes. Dames en heren, mogen we uw aandacht voor de man die seksspeeltjes tot kunst heeft verheven, Bastiaan Buijs. Bastiaan, welkom aan de roemruchte Zouttafel. Ja, hoi. Ben jij een Ossenaar? Ik ben nou een Nijmegenaar. Oeh. Ja, goed, dan hou het op. Mm. Dat was gezellig. Ja, misschien over een paar jaar. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik blijf denk ik een Nijmegenaar. Maar heb je iets met Os verder? Mijn ouders wonen er. Een paar vrienden. Nou, dat is meer dan genoeg. Ja, precies. Laten we Os voor wat het is. Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. 32 en op een gegeven moment besluit je, ik ga naar de Design Academy in Eindhoven. Hoe ben je daartoe gekomen? Ik had een eigen bedrijfje in vastgoed. Dus zou je niet denken als je nou dit hier ziet. Maar, ja. En daar werd ik redelijk depressief van en kreeg een hoop stress van de vastgoedmarkt. Toen dacht ik ga iets compleet anders doen en kunst had me altijd getrokken, design. En toen ben ik toch maar in het diepe gesprongen op de Design Academy in 2010 volgens mij. Ja. Het is nu 2006? Ja, 2009 denk ik. Dus hoe lang heb je erover gedaan? 6 jaar. Keurig. Ik had een jaartje extra gepakt, ja. Dat had ik wel nodig. Ja. En dan zit je daar op die Design Academy en dan krijg je inspiratie. En ook wel specifieke inspiratie, ja, want je richt je vooral op taboes. Mijn hele studietijd heb ik bekeken naar taboes en seksualiteit. Eigenlijk bij ons op school is dat eigenlijk not done. Dus, is dat beleid? Ja, dat is er iets. Ja, met kunst heb je het altijd. Dus seks is iets heel. Of ja, dat zie je heel veel in de kunst. Maar in design, sporadisch zie je af en toe iemand een uitschieter maken naar de seks. En dan krijg je zo op zijn flikker dat ze ook meteen genezen zijn, heb ik altijd het idee. Dus het was een soort van. Ik weet ook niet wat ze ervan vinden. Nog steeds weet ik niet echt wat ze ervan vinden, wat ik heb gedaan. Nou ja, volgens mij goed, want je bent cum laude geslaagd. Ja, dat wel, ja. Maar ik vraag me altijd af wat de directeur ervan heeft gevonden. Die heeft hem uitgeprobeerd, moet je zeggen. Nou, die heeft me altijd een soort strategisch ontlopen of zo. Ik kreeg superveel aandacht. En ik heb toen met Omroep Brabant. Daar kreeg ik echt de eerste boost. En ik dacht van ja, ik moet maar zien wat ermee gebeurt. Maar toen begon het een beetje te lopen met de bok. En toen evolueerde dat eigenlijk tot dit allemaal. Heeft uiteindelijk dat succes ook geholpen? Is dat wat je zegt? Aan wat? Nou, dat je verder bent gegaan met dat onderwerp. Ik heb nog niet echt een succes behaald. Dus ik denk niet dat... volgens mij, de fuckbook heeft best wel wat aandacht gekregen. Ja, dat wel, ja. Dus aan de ene kant dat je iets laat zien wat mensen nog niet kennen. En je maakt iets bespreekbaar. Dus je maakt een soort wel een taboe bespreekbaar. Dus dat heb ik wel gecreëerd. Maar er zijn natuurlijk verschillende aspecten die ik eigenlijk wil creëren. Maar dat gaat heel, het is stroperig en moeilijk. Dus je moet er hard aan werken om het echt aan de man te brengen ook. En mensen te overtuigen wat je hebt gemaakt. Dat is het, Wel uitleggen is af en toe wel handig natuurlijk. Er staan hier een aantal items op tafel. We gaan straks naar dit item toe. Mm-hmm. Maar we gaan eerst nog even andere dingen. Als je kunst maakt, dan wil je dat toch aan iedereen laten zien. En vind je dit niet gênant? Heb je zelf geen taboes op dit gebied? Omdat je er zo lang mee bezig bent, wordt het een soort van bijna normaal. Weet je wel, het begint altijd natuurlijk lacherig bij mij op school. Of op school, op de studietijd. Dus je maakt dingen en denk je echt van ja, iedereen denkt van ja, waar ben je mee bezig? Nou, misschien denken ze nou nog steeds wel een beetje, maar
dan, nog veel, dan wordt het echt een soort van lacherig ding. Maar je wordt steeds serieuzer en je wordt steeds normaler. Het wordt ook een beetje de als je er heel veel mee bezig bent, gaat ook een beetje een soort van de spanning eraf dat het een raar onderwerp is. En dan kan je pas echt een beetje gaan kijken van hoe kan ik iets aan de man brengen. En zeker als het over seksualiteit gaat en over een design wat toch wel een enorme lading met zich mee kan nemen. Om dat neer te zetten en dat mensen een soort van er anders naar gaan kijken. En ja, en dat is een heel proces. En je leert telkens steeds meer van hoe mensen naar dingen kijken, wat een taboe is en wat mensen eng vinden of shocking. En dat probeer je dan weg te nemen of te veranderen, dat het iets moois wordt of iets waar mensen een soort van anders naar kijken. Ja, het is niet puur voor het provoceren, want dat zie je soms ook wel. Mensen die puur iets maken om te provoceren, daardoor aandacht genereren. Ja, dat is heel makkelijk in seks natuurlijk. En als je zeker met design of kunst bezig bent en je maakt een hele grote piemel, dan moet iedereen lachen. Ik heb echt geprobeerd en natuurlijk gebeurt het vanzelf wel, ook wat ik daar heb gemaakt. Natuurlijk, mensen moeten er meteen om lachen, die denken, wat is het? Maar dat is niet echt mijn doel. En, of niet echt, helemaal niet. Dus ik probeer wel iets te maken wat mensen dan echt gaan een schoonheid inzien. Of toch het een heel andere manier van het presenteren van seks of sekstoys. Dan heb je deze bok, heb je Sater genoemd. Ja. Kun je daar iets meer over zeggen, over die naam? Waar komt die vandaan? Ja, ik was eerst bezig, de bok, dacht ik aan een gymnastiekbok. En ik heb een variëteit van ontwerpen gemaakt. Deze heb ik in het groot gemaakt eigenlijk. Ik had allemaal kleine modelletjes en dat waren allemaal gymnastiektoestellen. En toen was de bok, de gymnastiekbok, heb ik dus omgebouwd naar een sekstooi. En de Sater is een mythologisch figuur wat onderkant heeft natuurlijk de bok of de bokkenpoten en boven is het een lichaam. Dus dat is de Sater en dat is nogal een seksbelust wezen. Ja. Dus ik raakte eigenlijk twee dingen en dacht van ja, dat is de perfecte naam. Ja. Dus vandaar ja. De naam de Sater. Maar ja, iedereen noemt het anders. Ik noem mezelf ook nou de bok, maar ja. Ja, ik moest net ook heel erg denken aan Roos van Vlees van Jan Wolkers. Zo'n rood apparaat. Ja, heel veel mensen, ja, dat kan. En sommige mensen denken een hart of een stuk kauwgom op vier stokjes of zo. Of, mensen die hebben eigenlijk meteen een soort van... die weten eigenlijk niet waar ze naar kijken. En dat is ook misschien de kracht. Ze hebben wel een idee van, dit is wel een raar ding. Ik wil het voelen en aanraken. En dan pas gaan ze misschien iets erin zien, want ik kan daar wel uitleggen wat het precies is. Ik weet niet wanneer, kan het nu eventjes doen. Als je wil, dan lukt een volgorde, want anders... Oh, goed. Want waar is het van gemaakt? Siliconen, helemaal 100% siliconen de bovenkant. Dus het is echt een homp siliconen. En de onderkant is van Esdorren. En in de binnenkant zit een klein computertje en die kan hem laten trillen en... Dus hij is echt van alle gemakken voorzien. En dat moet je ook aanzetten van tevoren dan. Het kan. Ja, ja. Voor wie is die bedoeld? Dat is een hele goede vraag. Voor wie is die bedoeld? Ik had gehoopt dat, dat ik een hele grote markt zou hebben hiervoor. Dus ik denk dat hij vooral, waar ik nu achter kom, dat ik vaak aan het spreken ben en uitleg. Wat eigenlijk. Het is meer eigenlijk bijna een soort statement en een. Een gespreksonderwerp, dan dat hij echt in een huiskamer staat. Ik had gehoopt dat ik hem zou gaan verkopen een paar keer, maar ze vinden het toch nog allemaal te spannend. Okay. Iets te duur misschien ook nog. Dus ik denk dat hij nou echt, hij is nou voor dit bedoeld. Voor dit bedoeld, gewoon ja, voor de aandacht. Ja, precies. Maar hij werkt wel? Ja, hij werkt wel, maar er zitten nog wel dingetjes aan die wel verbeterd kunnen worden. Er zit een heel klein gaatje in en die is veel te... Nou, en te hard. Dus ja, er zijn allemaal kleine tweaks die... Smaken verschillen. Yeah. Exact. Maar ja, dus hij... echt om een productie te nemen, dat is nog een hele lange weg. Hmm. Dus hij staat nu vooral op podiums of een musea of ergens anders. Ja. Ja, want als je hem zou kopen, dan is het best een heel groot ding, hè? Om in je huis te... Ja, dat precies. Ik heb hem ook echt gemaakt. Hij moet super groot zijn. Want ik heb... het is een sekstooi. Je wilt hem niet meer kunnen verstoppen. En ik dacht van, je moet iets zijn wat je echt neerzet. En het kan daar staan in je huis voor misschien de statement die hij nou maakt. Maar of voor je eigen genot. Ja, waarom niet? Weet je, je moet misschien wel eventjes een drempel over om dat te bedenken. Of sommige mensen ook niet. Maar, dus hij is bedoeld om gewoon echt in je huiskamer te hebben. En daar ook te laten staan. En weet je wel, waarom zou je... Misschien is de eerste paar weken denk je van, ja, dat vind ik wel heftig wat iedereen erover gaat denken. Maar hij staat zo... Af en toe staat hij bij mij of bij mijn ouders zelfs. En dan staat hij daar in het huis. En
Het wordt een soort van gewoon een onderdeel van je huiskamer. En mensen kunnen wel zeggen van ja, wat in godsnaam heb je hier staan. Maar dan zeg je, dan denken ze van oké, die is gek. Of ze vinden het leuk of mooi. Of, dus ja, het is, ja, je moet er maar... Je moet het gewoon in je huiskamer bestaan, dan is het, je moet het meemaken. Maar heb je hem zelf nou echt gemaakt als serieus gebruiksvoorwerp? Ja, 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 niet als kunst. Nee, niet als kunst. En het moest wat. Ja, Design Academy is dus. Je moet je gewoon echt functionele dingen maken. En je kan niet met afstuderen met kunst. Uh-huh. Dus. Dit is dus jammer genoeg. Is hij, ja, ik moet bijna zeggen dat het nou kunst is, omdat hij niet bruikbaar is. Maar ja, het is gewoon een concept nog. En ik moet hem nog. Ik hoop hem nog wel later nog een paar keer te maken. Ja. En dat hij echt goed werkt. Dus dat hij gewoon echt voor je voor de lust is. Ja. En, Moet je het zelf allemaal uitproberen of kun je daar ook proefpersonen voor krijgen? Ja, in het begin is het natuurlijk zelf bekijken en uitproberen. Ja. Maar ik merk wel dat je toch wel moet zorgen dat je ook gewoon een panel hebt die het allemaal test. Maar en elk smaak verschilt is hier ook. Ja. Dus hij moet natuurlijk al gewoon een soort van standaard genot met zich meebrengen of zo. Ja. Ik weet ook niet hoe het zegt. Ja. Dus dat is zeker altijd lastig als je voor zulke dingen produceert. En het is natuurlijk veel makkelijker bij een vibrator die iedereen, of ja, of die veel vaker wordt gebruikt dan een bok, die eigenlijk, of een seksrol voor mannen. Ja. Want daar rust nog zo'n grote soort van taboe op. En je hebt natuurlijk wel, ja, de flashlight heet dat. Dus ja, dat is eigenlijk een soort van een zaklamp, maar dat is voor je eigen behoefte. Dan kan je jezelf op klaartrekken. Oh. Oh. En dit is eigenlijk een soort van. Vlei jou, zeg het. Nou ja, iets anders idee. Maar ja, op hetzelfde eigenlijk ding. En, maar wat was de vraag? Nee, of het gebruiksvoorwerp. Oké. Ik of kunst. Ja, je kunt je voorstellen dat je het ook neer zou kunnen zetten als abstract ja, kunst. En, natuurlijk, ja. Dat zeker. En dus dat is ook een beetje de kracht. Want het is niet iets wat een soort van de sekstoy camoufleert. Het is gewoon een sekstoy. Het is niks anders dan dat. Dus als mensen vragen wat is het, ja, dan je kunt wel zeggen het is een stukje kunst, maar ja, eigenlijk is het gewoon een sekstoy. Ja. Dus het is niks meer dan dat. Maar je hebt wel meer op dit gebied ontworpen, heb ik begrepen. Een stoel voor SM? Ja, klopt. Dat is mijn laatste. Dat is nieuw. Dat is nieuwst. Dat is net nieuw. Ik ben 3 weken geleden was ik in Milaan en toen heb ik hem daar gelanceerd. Op de Design Week daar. En dat is nog best wel een moeilijk volk, de Italianen. En natuurlijk ook geloof, wat natuurlijk altijd een grote rol speelt. Dus ik werd ergens weggemoffeld in een hele goede galerie. Tussen best wel de grote namen. Maar ik werd daar een soort van helemaal achteraan de galerie werd ik neergezet. Ik vond het nog wel een beetje spannend volgens mij. Dus, kun je er iets meer over zeggen, over die stoel? Ja, het is een rietveldstoel. De bekende rietveld die we kennen. De houten stoel, ja. Die eigenlijk niet zo lekker zit. En die heb ik omgebouwd tot een BDSM. Dus bondage SM-stoel. Helemaal uit aluminium, geanalyseerd. Is helemaal zwart. En met straps heb je dan op je armen en om je benen en om je nek heb je er eentje. Ja, en dat is dan. En ik heb het naar een rietvaststoel omgetoverd. Dus dat is weer natuurlijk iets wat je daar ook niet echt vindt in die markt. En ook een soort van, het is een beetje een soort van vloek in de kerk of zo, zeggen ze, denk ik. Ja. Maar wat het met zich meebrengt, is dat het een soort van ook wel een mooi object wordt. En dat heb ik ook weer geprobeerd, de schoonheid. En ik kan wel zelf een stoel ontwerpen, maar daar ben ik helemaal niet goed in. Dus ik dacht, ik kan beter echt een ontwerp nemen die mensen ook herkennen. Dus dan heb je een soort van link, maak je al meteen met de rietvaststoel. Hm. En je moet mensen proberen een soort van over een drempel te krijgen, dat ze er misschien iets over meer gaan over het lezen. Of toch iets verder gaan denken dan meteen omlopen en verder gaan. Dus dat heb ik ook met die stoel gedaan. Dus je haalt een soort drempel weg voor mensen. Ja. En je maakt iets herkenbaars van iets wat ze misschien niet echt graag willen herkennen of waar ze bang voor zijn. En, dus dat is wel heel interessant. En dat, maar geldt dat ook voor de vibrators? Want die heb je hier een paar staan, hè? Ja, dit zijn nog echte afstudeerwerkjes van mij. Die zijn helemaal stoffig, zie ik nou. En het is gewoon echt een klein mechanisme dat ik. Ik weet niet eens of hij draait. Oh ja, hij draait nog. Dus je draait je op en het begint te trillen. Ja, deze draait niet meer zo goed als hij zou moeten. Ze zijn al aardig oud. Dus en het zijn. Hier ben ik mee afgestudeerd. Ik had een paar gemaakt. En toen ben ik gaan denken: van hoe kan ik serieus een vibrator maken die. Een schoonheid krijgt en die je niet meer in je nachtkastje stopt als je klaar bent.
maar gewoon op je nachtkastje zet. Ja, doe maar een beetje denken aan van die klokjes vroeger met een stolpje eromheen. Ja, dat is het ook. Ja, ja, het is echt een, ja, dit is dan echt wel next level wat dan, daar is gebouwd. Dus dit is ebbenhout. En heb ik twee o-ringen. En die zitten hier op glas. Dus het hele ding is van glas. Heb ik door een Eindhovense oude Philips glasblazer of een lampenblazer. Heeft voor me gemaakt. Dus dat was weer eventjes iets nieuws. Ook met die. Dus eerst was ik een beetje, dacht ik van ja, toen ik net begon met het onderwerp, was schaamde ik me nog een beetje voor. En hij denkt, ik heb echt duizenden laten maken van het glas. En hij zei op een gegeven moment van ja, waar ben je in godsnaam mee bezig? En ik vroeg ook steeds meer om een kromming erin te krijgen en zo. En hij dacht van ja, Bas, vertel het nou maar. Dus op een gegeven moment heb ik het gezegd. Hij vond het gelukkig heel tof. Dus toen heb ik met een klokkenmaker in Tilburg. Heb ik een uurwerkje gemaakt. Hier zit een klein gewichtje. En die wordt eigenlijk aangedreven door deze hele grote veer. En die vertandt hem dus. En die zorgt ervoor dat hij heel mooi een fijne trilling overbrengt naar, in het glas eigenlijk. Dus hij brengt de trilling over die o-ringen. Het hout, glas. Alleen, hij is net terug uit Berlijn. En ik heb hem kapot teruggekregen. Oh. Het is gelukkig niet zo'n grote aanpassing. Ik denk, ja, hij is echt duizenden keer opgedraaid volgens mij daar. En dus dat is jammer, want meestal is het heel leuk als ik hem dan neerzet, dan begint hij heel mooi te draaien. En dat is een, ja, maar ja, dat heb je wel met klokjes en met techniek. En dit is ook mijn eerste echte. Ja, hij is heel vaak kapot gegaan, maar ik, ja. Dus ik denk wel, er zit levenslange garantie op dat wel. Oh. Dus ja. En dit is ja, wat het ja, mensen denken niet meteen, dit is een vibrator. En, nee. Mensen die raken het aan en die bekijken het. En die denken eerst van, ja, dit is een klokje. En, ja, en deze ja, vind ik echt een schoonheid. En nou ja, die kan je ook echt ergens neerzetten. En je hoeft je op een soort van, die haalt ook een soort schaamte weg. Het is net zoals misschien je horloge of je handtas. Dus ja, het geeft een hele andere vibe, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is denk ik ook de kracht. En die probeer ik ook even te zoeken met allemaal ontwerpen. En het is heel makkelijk om, als het over seks gaat, om naar het platte te trekken en te laten zien van, of ja, iets, ja, weet je, als je het te lacherig over doet, dan wordt het ook een soort van niet meer serieus. Het is heel belangrijk om, en zeker als het over zulke mooie onderwerpen gaat als seks en seksualiteit, is het denk ik goed om af en toe te laten zien dat het ook iets moois is. Of het is iets moois, dus waarom ook gewoon niet iets moois van maken? In plaats van zo'n zo'n lelijk ding. Ja, of lelijk ding, weet je wel. Het is maar net waar je van houdt. Maar dit is wel iets waar je misschien ook je hele leven misschien plezier van kan hebben. En het, ja. Dus dat, ja. Ja, je richt je veel op dit taboe. Hè? Zijn er nog andere taboes waar je... Nou, ik ben nou echt bezig met de seksualiteit. Ja. En ik merk wel, het is best wel moeilijk om je brood mee te verdienen. Zeker als je hele waanzinnig dure dingen maakt die bijna niemand wilt kopen. Dus, Want hoe kost zo'n vibrator dan? Ik verkoop ze voor 14.000 euro. Oh, ja. Nee, dat dus, schaf je niet zomaar aan natuurlijk. Ja, nou, ja, ja. Precies. Het is dus echt voor de nou ja, wat is ja, het is fijn. Moederdag, dus. Precies, precies. Ja, ik heb wel over na zitten denken, misschien moet dan deze wel. Deze kan ik natuurlijk heel mooi omzetten naar iets wat betaalbaar is, goedkoop. En, maar ik moet de hele tijd waken. Het concept aan zich is toepasbaar. Ja, maar inderdaad, exact. Als je dit precies. Soort materialen gebruikt, ja. Dus ik moet telkens waken voor, ik kan het van plastic maken en ik kan er iets, weet je wel, maar dan wordt het misschien net weer te grappig. Of, maar wellicht ooit zal ik wel iets proberen te maken wat ook betaalbaar is voor iemand en voor... Dus, maar het is wel altijd wel een lastig ding. Ja. Nou ja, ik zie dit wel. Dit kan gewoon inderdaad thuis op je nachtkastje, maar gewoon op een tafeltje ja, staan. Exact. Ja, exact. Het is ja. Inderdaad echt een mooi object om te zien. Ja. Ja, het wordt echt een showding. En het brengt gewoon een heel ander idee met zich mee. En ik denk dat het ja, dat iets waanzinnigs is. En wat veel meer gedaan moet worden. Want je ziet ook wel, ja, misschien... Ik weet niet of je dat ooit... Een andere ontwerper, Mark Sturkenboom, die heeft ook een vibrator gemaakt. En nou ja, die kreeg zoveel kritiek en die werd er zo door de mangel gehaald door iedereen. Het is ook wel best wel iets heftigs. Je geeft toch wel een soort van... mensen reageren, zeker als je op internet kijkt of zo, en denkt van, oh, moet ik hiermee doorgaan? Oh, ja. Kun je beter gewoon niet doen of zo. Weet je, het is best wel... Nou ja, je ziet toch gewoon dat dit een onderwerp is wat liever... of ja, er wordt over gesproken, maar... een moeilijk onderwerp is. Ja, het is een hele specifieke...
sector waar je in zit. Nou, dat weet ik niet. Want iedereen natuurlijk, die gebruikt heel veel, hebben sextoys thuis. Ja, dat en klopt. Gebruiken het. En, maar ja, wanneer hoor je het nou echt? Weet je, ik merk het nu, weet je, omdat ik het maak, hoor je heel veel mensen en zeggen, oh, ik vind het interessant, ik heb ook dit en dit. Short, dan hoor je het wel. Maar als je er niet in zit, dan hoor je het eigenlijk nooit. Ja, dat is ook een taboe. Daarom is het ook zo leuk, denk ik. Exact, ja. Hey, we hebben afgesproken dat je nog iets meer informatie over de bok gaat geven. Ja. Daarvoor kun je de loopmicrofoon pakken daar op de katheter. Misschien is het leuk, omdat er toch niet zoveel publiek is. Dan zetten wij die vibrators hier even langs. Als het publiek wil, dan kun je even gaan kijken en meteen even voelen. Want dat is ook wel interessant. Dus ga vooral jullie gang. Ik laat het even aan Bastiaan. Nou, oké. Ja, ik heb het al een beetje uitgelegd natuurlijk. Nou ja, ik weet niet, als mensen kijken naar het ding, wat ze zien erin. Meneer? Ziet u iets? Nou, exact. Kijk aan, dan zit hij al heel goed. Heel veel mensen die zien hem niet op de eerste blik, zien ze een lichaam. Maar ik heb geprobeerd een lichaam te maken. Je hebt hier ook de sleutelbeenderen. Eigenlijk ja, de nek, van waar het hoofd aan moet, borsten. En allemaal buikplooien. En hij is helemaal siliconen en hij is overal, heeft hij een ander gevoel. En sommige plekken is hij hard, sommige plekken is hij zacht. Ja, en dus het gaatje is jammer genoeg iets te hard. Er zit hier een heel klein gaatje en erin zit een cilinder. En die kan je eruit halen als je natuurlijk klaar bent met je... Precies. En er zit ook zelfs een motortje in, dus hij trilt en hij doet. Dus er is overal aan gedacht. Ja, je moet het maar even voelen als je willen. En ja, het is een waanzinnig ding. Ja, ik merk dat mensen een beetje schuchter zijn. Hoef je niet te zijn. Loop even langs, maak even een rondje. Hey. Pardon? Nee. Hé, wat jammer. Dan doen we het straks, Stijn. Mensen er langs lopen. Ja, goed, we kunnen straks ook tijdens de muziek. Maar ik vond, ja, goed, als Bastiaan toch bezig is met de uitleg. Ja, oh ja, ik weet niet of ze mensen nog vragen hebben. Dan hoor ik het graag. Wat kost die? Ik verkoop hem dan voor 6.000 euro. Maar dan maak je hem helemaal op maat. Dus dan maak je hem helemaal op jouw eigen hoogte, kleur. Want heel veel mensen vragen van waarom heb je deze kleur gekozen? Ik ben zelf kleurenblind, dus... Ik dacht van, nou, ik moet het rood zijn. Dus ik heb op het dingetje gekeken om het siliconen te mengen dat het rood is. Maar ja, wat maakt het uit? Het is natuurlijk voor iedereen is het de kleur super persoonlijk. Dus... Ja, mooi, ja, en het is natuurlijk, nu heb ik wel een kleine hint gegeven. Het is rood, dus misschien maak je wel sneller een link dat het misschien iets met seksualiteit of met liefde te maken heeft. Als je er verliefd op wordt. Maar... Dus vandaar dat ik rood heb gekozen. Maar ik denk dat hij waanzinnig is, ook in zwart of wit. Of ja, hij kan alle kleuren krijgen. En ik heb natuurlijk, hij is waanzinnig, het is een waanzinnig ding en het is groot. En mensen zeggen ook van waarom heb je zo'n enorm vies lichaam gekozen of een dik lichaam en noem maar op. Maar het is echt voor gevoel en het is voor tast, je kan hem lekker vasthouden. En hij, weet je, het is ook een beetje om een tegenreactie natuurlijk te, wat je hebt in de porno-industrie. Alles moet super dun zijn en Barbie-like, ja, daar heb ik helemaal niks mee. Lekker wars. Precies. Ja, dus, ik heb nog collega's, hoe hebben die erop gereageerd, Bastiaan? Ja, verschillend. Iedereen heeft er altijd een mening over en iedereen vindt er iets van. En nou, is het goed recht natuurlijk. Maar en soms is het leuk wat ze zeggen, soms is het niet zo leuk. Maar eigenlijk, als je ze één op één spreekt, vinden ze het allemaal super tof. Maar ja, je weet nooit als ze weglopen, denk je van ja. Maar het maakt me ook niet zoveel uit. Cool. Dus, ik denk dat hij precies doet wat hij moet doen, nu. En wellicht over een paar jaar zie je hem in elk huis wel staan hier in Oost. Nou, laten we daar hopen, Bastiaan. Vooralsnog ontzettend fijn dat je hier geweest bent. Ja. Dankjewel voor de uitleg. Ja, hij blijft hier nog even staan, dus inderdaad, ga vooral jullie gang, mocht je daar zin in hebben. Bastiaan, jou wil ik ontzettend veel succes toewensen in de toekomst. Dank u wel. Wellicht, over een paar jaar kom ik alweer terug. Ja, en hopelijk wel. Inderdaad, is je wat meer ontwikkeld of iets totaal anders. Ja. Maar tot die tijd ontzettend veel succes daarmee. Nou, dank u wel. Dames en heren, Bastiaan Buijs. Wellicht kent u hem van de faceband Vanavond Niet Schat. Maar hij treedt ook solo op, zoals hij deze middag zal laten zien en horen. Hij brengt Engelstalige nummers met karakter ten gehore en heeft speciaal voor dit onderwerp een nummer uitgekozen. Uw aandacht en warm welkom voor Jeroen Prinsen.
Dankjewel. Lay where you're laying, don't make a sound. I know they're watching all the commotion. The killing of pain has people talking. They're talking in your sex is on fire. Dark of the alley, the breaking of day. Ahead while I'm driving. The soft lips are open, the knuckles are pale. Feels like we're dying, you're dying. You're dying and your sex is on fire. And you're with the words to transpire. Fire. Hot as a fever, rattling bones. I could just taste it, just taste it. And it's not forever, it's just tonight. And we're still the greatest, the greatest, the greatest. And you're, yeah. Is on fire, and you're with the words to transpire, fire, yeah, yeah. Thank you. Ook in het laatste seizoen van dit seizoen, sorry, ook in de laatste Zout van dit seizoen staat hij weer paraat. Met één been in het verleden en het andere in het nu. Verhaalt hij over het Osse verleden en haar toekomst. Af en toe kritisch, maar nooit vilijn. Hier is stadsgids Jan Ulijn. Goedemiddag, beste mensen. Vandaag wil ik het dus eigenlijk hebben over een renovatie. Eindelijk waren het zowijd. Ons strootwier, zoals zij zo mooi hiet, ongevat. Ze weer opengebroken, alle steen eruit, de grond 600 kerres omgezet en op nijd bestrot. En een brief van die strekking die viel bij ons in de bus. Blij als we waren, want wij wonen ook wel eens maar nijds. Bij ons in de buurt werden er s'avonds avonden beleed en er kwamen ambtenaren bij ons die veel kosten vertellen en weinig zeiden. Toen ze weg waren, moesten we wijzer zijn, maar we wisten op de keper beschouwd nog niet veel meer. Na de bouwvakvakantie begossen ze. Tjonge, jonge van bedrijvigheid. Grote, ronkende machines, werkmensen die niet alleen hard kosten werken, maar ook hard tegen elkaar kosten roepen. Aan smondagsmargens wisten we al vroeg in welk café ze geweest waren, hoeveel ze ingenomen hadden en met welk mesje ze, je weet wel wat. Wat een verandering voor ons. Wij, die smargens alleen nog maar wakker worden en dan rondvullen of we alleen of nog meer volk in bed liggen. Het was een heel verandering. Maar het had ook wel wat.
Bedrijvigheid, daar waar het woord. Een nijstroot, mooi geplaveid, met klinkers, ongepaste trottoirs en, wat belangrijk was, een nije status. Ons stroot kreeg aanzien. Er laag we. Al zullen er misschien niet aan afzien. Wij worden de verdeur van het centrum. Je hoefde bij ons niet aan te bellen, je kon zo doorlopen en door fietsen. Ka is gewoon tot zo wijd. Dan weer het stil. Je hoorde niks meer. Je wordt smarig wakker van de stilte. We misten het geronk en het geroep. We keurden eens naar die bouwput. Er waren geen mens meer. Alleen zand en een hoop steen. Links en rechts hadden we eens een beetje rond in de buurt. En jawel, waar een gerucht waar weer nijds. De aannemer was failliet. Hij had net een tijd gehad om een hoop rotzooi te maken. Geen mens kon er nog door. En nou naaiden hier tussenuit. Onder het motto, in een brand, uit een brand, verkaste hij met zijn huishouden naar zonniger orde om door, na alle stress, in alle rust de afwikkeling af te wachten. Het enigste spannende was of alle geld wat hij op het schaaien van de markt nog gebeurd had, wel op die bank overgemaakt was, wordt hij nou wonde. Hij sprak de taal even niet, maar als hij bij de bank met zijn duim en met zijn wijsvinger over elkaar wreef, wist hij een bankmens krak wat hij bedoelde. Alles bleef liggen en er gebeurde weier niks meer. Aan de andere kant van ons waren ze in dezelfde tijd bezig hun inritje en het terras opnijd aan het bestroten. Het waren armoedzaaiers en of het zo moest zijn, ze kwamen een paar honderd steen tekort. Of het toeval of opzet was, dat weet ik niet. Maar een paar dagen naderhand kwam er enne met een eigen steen in zijn hand, die sprekend leek op de steen die bij ons al een tijdje lagen, eens kijken. God worden er gezeten. Waar zullen die steen te koop zijn? Dat was nou net het probleem. Ze waren niet te koop, ze waren te hol. Op een goede dag, en ze geloofden nog, maar niet meer zo fanatiek, keken ze tegelijk eens naar de hemel, prevelden hetzelfde schietgebentje en sprongen in hulje een oude Wartburg, voorzien van een klein aanhangertje. Die Wartburg had Honecker nog in het oude Oost-Duitsland meegemaakt. Het autoke was van vroeger uit nog gewend om de verkeerde kant op te rijden. Bij een bouwput aangekomen reed ze dragen al gelijk keivast. Het ex-Oost-Duits paradepertje wordt niet meer voort of terug. Menen stoot gas en een dito blauwe blok kwamen ze toch op hun plots van bestemming. Nee, het waren geen jatters, het waren vatters. Dat klonk een beetje beter, want in ollingen tijd keken ze schriks en schuins rond of er de politie in de buurt was. Zo gauw als ze kossen, loodden ze er onhangertje vol, maar zoals ze duk, kwamen ze bescheten uit. Herman dat. Met twee auto's kwamen de spooshoten nemen en op de vraag wat ze door aan het doen waren, wisten ze in eerste instantie niet goed wat ze moesten zeggen. Maar in de hoogste nood wordt even het briljantste idee geboren. Ach, meneer de agent, zinnen ze, we hadden wat steen over en toen dachten we, laat ons die hier maar naartoe brengen, dan kunnen ze die in deze stroot weer gebruiken. De dienstdoende agent keek ze nors aan en zin, niks terugbrengen. Oplooien wat je gelost hebt en met een handel terugbrengen. Nice. Wat zullen we nou hebben? De twee keken elkaar aan, knipperhoeden en looiden de steen op die ze nodig hadden. Per slotverrekening waren de politie schuld dat ze deze steen langdurig vierden. Dankjewel. Hij wilde maar wat graag wethouder van stedelijke ontwikkeling worden. Maar ja, dan krijg je wel te maken met leegstand in het centrum en protesten tegen de huisvesting van asielzoekers en vergunninghouders. Of het wethouderschap nog steeds zijn droombaan is, dat vragen we aan wethouder G. Wagenmakers. Hoi.
beginnen met het centrum. Als we op de site van de gemeente lezen, daar staat... Os is een moderne, ruim opgezette stad met een levendig centrum. En even verder in het bruisende, compacte centrum van Os is van alles te beleven en te zien. Voor de bezoekers zijn er winkels, culturele activiteiten, horeca en evenementen. Waar maken we ons eigenlijk druk om in Os? Zo is het nu. Maar het is kwetsbaar, omdat we een middelgrote stad zijn. Te groot voor het tafellaken, te klein voor het servet. Of andersom. Het is een periode waarin heel veel gebeurt. Met name in de detailhandel. Ik denk dat we rekening moeten houden met een terugloop van de detailhandel van 20-30%. En die detailhandel is altijd heel erg bepalend geweest voor het gezicht van de binnenstad. En daarmee verliest het een deel van haar gezicht. En moet je nadenken over wat zou dat volledige gezicht dan daarna kunnen zijn. Dus ik vind dat Os er op dit moment goed voor staat. Als je kijkt naar andere steden, denk ik dat wij het nog best goed doen. Maar het is wel heel erg kwetsbaar. En dat zien we iedere dag eigenlijk als weer de volgende keten het niet redt en vertrekt. En we weer een leegstaand pand hebben. Dat is niet goed voor het aanzien van de stad. En wat ook niet goed is, is dat dat op verschillende plekken gebeurt. En dat je meer gaten in de stad krijgt. En daarom hebben we gezegd van het zou beter zijn als het veel compacter zou zijn. En een gebied hebt waar dat veel beter opgevangen kan worden. Dat zou een oplossing kunnen zijn? Ik denk dat het de enige oplossing is. Het centrum heeft zich in de jaren 60, 70 enorm uitgedijd. Toen Os ontzettend hard groeide. We gaan terug naar een, als het gaat over detailhandel, naar een veel kleiner gebied. En wat wij willen voorkomen als college is dat de stad teruggaat naar alleen maar de Heuvelstraat als de winkelstraat. Want dan zijn we niet meer als de dorpsstraat in jouw woonplaats is. Ja, ja. Je zegt net ook van wij zijn eigenlijk te klein voor tafellaken, te groot voor servet. Is het dus bijvoorbeeld voor een dorp als Hees of een stad als Den Bosch makkelijker? Dat denk ik wel. In Hees is het denk ik gericht met name op het boodschappen doen. Hè? En jullie hebben geloof ik 3 of 4 supermarkten zelfs op een heel klein gebied. Daar komen mensen voor. Het puur recreatief winkelen, dat doe je in steden als Den Bosch en als in Breda en in Eindhoven. En Os zit daar precies tussenin en dat is een beetje lastig. Want om alleen boodschappenstad te zijn, dat vind ik echt een min voor Os. Maar om een volwaardige culturele winkels of verblijfstad te zijn, ontmoetingsstad, dat is denk ik te veel gevraagd van Os. En dan moet je proberen om daar een goede middenweg in zien te vinden. Ja, dat is best een uitdaging, denk ik. En je noemt als een van de oplossingen het compacter maken van het centrum. Zijn er nog andere speerpunten in het beleid wat dit betreft? Nou, ik denk waar Os heel goed mee bezig is, is dat wij voor elkaar krijgen om heel veel dingen in onze stad te organiseren. Er gebeuren ontzettend veel evenementen. Er gaat geen weekend, en zeker in deze tijd, voorbij dat er niet iets te doen is. Zelfs 2 keer in het weekend of zo. Dus er zit heel veel heel veel organisatiekracht in Os. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Maar we kunnen niet van evenement naar evenement leven. Je zult ook proberen door de week meer vertier in de stad te hebben. En daarom moet je denk ik gaan nadenken over andere functies dan winkelen en horeca in de stad en evenementen. En wij denken dat wonen, de woonfunctie, heel belangrijk kan zijn. Die is verdreven door de winkelfunctie. Winkels brachten meer op dan wonen. Dat gaat nu denk ik veranderen. Dus wonen wordt aantrekkelijker. Mensen willen ook heel graag in de stad wonen. En het tweede waar wij aan denken is dat de culturele functies ook in de stad een goede toegevoegde waarde hebben. Okay, ja. En als je dan denkt aan het compacter maken van dat centrum. Kun je daar concreet in zijn? Van wat zou het centrum idealiter moeten zijn in Os? Wij noemen het in onze stukken De Haak. Dat is eigenlijk de Heuvelstraat en de Wal. En de Heuvelstraat vanaf eigenlijk dit punt. Hier de Groene Engel tot en met de Heuvel. En dan als je bij de Wal rechtsaf richting de V&D-locatie gaat. Dat moet het eigenlijk wel blijven. Dat vinden wij een minimaal omvang voor een goed winkelcentrum. Daar staat winkelen en horeca ook centraal. Daaromheen zal de functie enorm gaan veranderen. Die zal minder winkel zijn, misschien ook wel minder horeca en meer wonen en misschien wel weer cultuur. Ja.
En hebben jullie ook goed overleg hierover met bijvoorbeeld centrummanagement? Zitten jullie op één lijn wat dat betreft? Ja, in die zin dat... kijk, er zijn een aantal ontwikkelingen die gewoon op ons afkomen. Daar kun je van alles en nog wat van vinden, maar het is gewoon zo. Er zijn gewoon landelijke ketens die hun deuren sluiten. En daar kunnen wij hier in Os echt niks aan doen. Wat ik wel heel graag zie, en dat heeft het centrummanagement nu opgepakt... het begeleiden van jonge ondernemers bij het starten van een winkel. Er zijn heel veel mensen die graag een winkel willen beginnen... die ook iets unieks brengen. Niet een keten, maar een eigen unieke winkel. En daarmee onderscheid je je ook weer vervolgens van andere steden. En er zijn heel veel, inmiddels gelukkig, heel veel jonge ondernemers... zowel in de winkel als in de horeca... die, die het gewoon hartstikke goed doen, die echt iets neerzetten. Kijk bijvoorbeeld naar nu de Peperstraat, wat daar gebeurt. Ja, daar moeten we het van hebben. En ik vind het heel belangrijk dat het centrummanagement ook daar ook voor heeft. Ja, nou, dat lijkt me ook heel belangrijk, ja. Ja, nou gaat de V&D natuurlijk is failliet. Althans de keten. En dan staat daar dat prachtige gebouw waar we... Die sporthal. Die sporthal waar iedereen al jarenlang iets van vindt. Dat mogen heel duidelijk zijn. Het lelijkste bouw van Os al jarenlang. Ja, dan zijn er wat proefballonnetjes opgelaten links en rechts van wat daar dan mee kan gebeuren. Eén daarvan is daar eventueel dan de bibliotheek te huisvesten. Mm-hmm. Vanuit welke visie is dat idee naar voren gekomen? Ten eerste het belang van de plek. Wat ik net aangaf, je hebt de Heuvelstraat en de Wal. Als je nog meer wil zijn dan alleen maar een winkelstraat... moet de Wal een goede functie blijven houden in de toekomst. Het typische is de parkeerterrein aan de Wal. Een van onze drukste parkeerplaatsen in Os. De cashcow van het parkeerbedrijf. Dat daar het meeste leegstand is. Dat is eigenlijk heel erg raar. Ja. Dus mensen komen daar heel makkelijk... maar zien vervolgens daar niet de noodzaak van winkelen. Wij denken dat die plek belangrijk is en daarom is de V&D-locatie, niet als gebouw, maar de locatie is heel belangrijk om daar een goede trekker te krijgen. Waar kom je dan op uit? En als je dan kijk, de gemeente sprak al een tijdje met de eigenaar van het pand. En het eerste wat ik heb gedaan toen ik wethouder werd, van ja, daar zat een deal in van oké, dan mag je een nieuwe supermarkt bouwen op het TBL-terrein. Daar heb ik meteen een streep doorheen gehaald. Want we hebben niks aan extra vierkante meters detailhandel. En zeker geen supermarkt. Wij hoeven geen boodschappen middenstad te zijn. Ja. We hebben overal prima supermarkt in de hele gemeente. In de hele stad. En dat brengt ons niks extra's. Toen kwam dat faillissement. En waar de eigenaar nu zit op te hopen... is dat de gemeente het probleem van hem oplost. Dat gaan wij niet doen. Wij zijn... uiteraard geïnteresseerd in die plek. En we hebben toen meneer Kaan, ik weet niet of je het nog weet... in beeld was om een V&D-keten over te nemen... een aanbod gehad om daar de bibliotheek naast te vestigen. Daar hebben we in principe ja op gezegd om die deal mogelijk te maken. Toen meneer Kaan afviel, hebben we ook gezegd... toen verviel die deal ook. Dus we staan ook helemaal weer op nul. En wat ik niet wil, want de eigenaar van het pand moet zich gewoon beseffen dat zijn waarde van zijn pand gewoon gigantisch is gedaald. Hij heeft 10 jaar lang hele goede huur ontvangen van V&D. Zijn aankoopbedrag heeft hij eruit, dat kennen we allemaal. Ja. En hij zal nu ook moeten bewegen. En ik proef nog weinig beweging, dus dan is dat heel erg jammer. De andere kant is dus dat ik zeg, ja, maar die plek is wel voor ons heel erg belangrijk. Daar zal iets mee moeten gebeuren. Precies. Dus dat zal ook wel gaan gebeuren. Maar wij moeten nu ook wel even, zal ik maar zeggen, de rust en het geduld hebben... om die eigenaar eventjes te laten landen op het plekje waar die moet zitten. Een vele lagere huur. Misschien geen langdurige huurovereenkomsten. Ik hoor ideeën van een schaatsbaan of een skatebaan erin. Ik hoor ideeën van een tijdelijke markt erin. Ja, dat soort dingen, dat past nu wel bij deze tijd. Slopen kopen, is daar iets over? Nou, voor het bedrag waar die ervoor vraagt, gaan wij het als gemeente niet kopen. Nee, daar is het veel te duidelijk, want anders was het al lang een keer geopperd waarschijnlijk. Ja. Dat is jammer. Dus ja. dat gebouw dat blijft voorlopig gewoon staan zoals het is. Ja, oké, dan zul je er iets anders mee moeten. En dan, die verhuizing van de bibliotheek. Nou, las ik daar in de krant, het idee. En ik zat me af te vragen, in mijn optiek ligt de bieb in het centrum. Het is geen grote afstand. Mensen die een boek gaan halen, als ze naar de stad willen, je bent er zo. Het is geen kilometers afstand. Wat zou nou dat verschil maken?
Ja. Is het dan niet inderdaad kapitaalvernietiging waar we het over hebben? Nou, de bibliotheek heeft, de bibliotheek zoals we hem nu kennen, zo zal hij er niet meer zijn. Is mij, ik ben geen bibliotheekdeskundige, maar de bibliotheek... Hoef je ook geen deskundige voor te zijn. Er zijn een hoop boeken, die kun je lenen. Precies. Maar, ja, nee, maar dat gaat dus heel erg veranderen. Het is niet meer de boekenkast die uitgeleend wordt. Het is een plek waar... veel meer met multimediale media wordt gedaan. Er worden lezingen georganiseerd, er worden discussies, debatten, nou, noem maar op, ontmoetingen. Dus de bibliotheek zoals ik hem ook nog ken, van het stempeltje en in je boek en zo. En je moet hem na 3 weken terugbrengen, anders krijg je een briefje thuis. Dat is mij verteld dat dat niet meer de toekomst van de bibliotheek is. Het combinatiebezoek wat wij denken te bereiken met de bibliotheek in de stad... is heel waardevol voor de bibliotheek zelf en voor de stad. Omdat je dan gewoon simpelweg meer mensen in de stad krijgt. Mensen die nu op de Raadhuislaan zijn, denken niet van... goh, laat ik even dat kopje koffie gaan drinken bij. Dat gebeurt niet. En daar, het is, ik snap best wel dat daar mensen wat sceptisch over zijn. Maar ik zie het wel voor me. Maar je moet het wel voor je zien. Als je het niet voor je ziet, dan zie je het gewoon niet. Daar verwacht ik ook niet anders van de wethouder, dat hij visie heeft. Dus in die zin... Dus ik zie het wel voor me. Ja, maar ik vind het geen... Het is geen onzinverhaal of zo. Het is iets van een paniek... of een paniekvoetbal van het college van... Nou, in 1 keer moet de bibliotheek... De bibliotheek heeft zelf aangegeven al 2 jaar geleden... dat ze graag naar de binnenstad wilden, naar het TBL-terrein. Daar heb ik gezegd van ja, dan zit je op het TBL-terrein... dan heb je nog geen toegevoegde waarde voor mensen in de binnenstad... Dus zullen we naar een andere plek kijken. We hebben op dit moment nog geen plek in gedachten. Maar in ieder geval, ik denk dat het, als het vanuit de bibliotheek wordt aangegeven... en ook de mensen die verstand hebben van binnensteden, van nieuwe functies in de binnenstad zeggen van... dit kan, zeg ik, ik weet het niet zeker, een toegevoegde waarde hebben voor de binnenstad... dan moeten we een kans die zich nu voordoet gewoon niet laten lopen. Nee, snap ik. Ja, daar las ik in de krant dat er ook alweer een optie is geopperd voor de bibliotheek... om daar een museumtheater in te plaatsen. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook allemaal proefballonnetjes die op worden gelaten. Ja. Leuk idee? Ja, ik denk de combinatie cabaret en de Lieverkamp. Heel veel cabaret, heb ik begrepen, talenten zijn begonnen in theaters zoals in de Lieverkamp. Dat die combinatie heel erg goed is. En ik denk dat de huidige directeur heel goed de cultuurwereld in Nederland kent. Ook met zijn ervaringen, onder andere in Apeldoorn. Ik vind het dus een heel goed idee. Maar dat zou ook kunnen in het gebouw van de Muzelink, laat ik het maar even zo zeggen. Dus we moeten niet allemaal doelredeneringen nu gaan houden, want daar worden we misschien een beetje van verweten. We proberen te kijken voor welke functie is nou de beste plek voor de toekomst. En ik moet eerlijk zeggen, de Raadhuislaan wordt toch niet meer ervaren als het centrum van onze stad. Dus het is een hele mooie bereikbare plek. Daar hebben we ook goede ideeën over. Theater wil er heel graag blijven zitten. En ik denk dat dat ook prima kan. Maar de bibliotheek en het theater doen nu helemaal niks samen. Dus het idee van dat daar een cluster is, ja, dat is het niet. Het cluster met de Muzelink en het theater is er wel. En die zijn ook steeds beter samen aan het werken. Dus uiteindelijk komt het neer op verkleinen en versterken? Ja, kleiner, compacter. Centrum. Ja, maar ook diverser. Dus niet 's avonds hier om 8 uur door de stad lopen en je kunt de kanon afschieten. Nee, daar wonen mensen. Of daar wordt een lezing georganiseerd. Ook op woensdagavond. En niet alleen maar in het weekend. Dat zou ik heel graag zien. Ja. Nou, dankjewel voor dit stuk. Zit er nog trouwens een termijn aan? Heb je voor jezelf zoiets van, nou, dit moet over... X-tijd moet daar toch wel wat duidelijkheid over zijn? Nou, we hebben 19 mei, dus volgende week hier ook in de Groene Engel... een debat van het Brabants Dagblad. Ja. 19 mei is er een commissievergadering, opiniecommissie. En dan horen we wat de politieke partijen van de visie op het stadscentrum vinden... en het idee om iets met cultuur te doen naar het centrum toe. Ja, mooi. Nou, kan ik me voorstellen dat dit een... wat je straks al zei, dit zijn dingen die je overkomen, daar kun je verder niet al te veel aan doen. Hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor ons volgende onderwerp. En daar zit toch iets meer haak en oog aan, helaas. Dat is de huisvesting van vluchtelingen, dan wel statushouders hier in Os. Het was ontzettend lastig met die voorbereiding, omdat we hebben het allemaal heel erg gevolgd. Iedereen vindt daar ook iets van, natuurlijk.
En, dat heb ik gemerkt, ja. Ja, inderdaad. Misschien is het goed om daar eventjes op in te gaan. Want het lijkt mij zo'n dossier waar je het nooit goed doet. En ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Nou, ik moet het zeggen. Ik vind het centrum een heel leuk dossier. Omdat het ook een beetje mijn achtergrond is om daarover te praten. En dit is echt iets nieuws voor mij. En wat voor mij ook heel erg nieuw is, is het... dat klinkt een beetje raar wat ik nu ga zeggen. Het contact met het volk, zal ik maar zeggen. Over hele primaire reacties die je krijgt te horen. Ik ben er niet van geschrokken, want ik wist wel dat het speelde. Maar als je daar als wethouder staat en je wordt van alles en nog wat verweten, omdat jij probeert om een aantal mensen in een huis te huisvesten, die hier een status hebben, door de IND helemaal gaan zijn gecontroleerd. En dan nog wordt gezegd van ja, dat zijn verkrachters en mijn dochter kan niet meer over straat lopen en mijn kinderen zijn niet meer veilig. Ja, dan val je bijna een beetje stil. En dan kun je wel blijven roepen van ja, dit is onze taak en wij moeten dat. En dat is heftig. Ik doe dat samen met name met René Peters. René meer vanuit de integratiekant, ik meer vanuit de huisvestingskant. En ik vind het wel fijn om het samen te doen. Laat ik het maar even zo zeggen. En misschien zegt dat ook wel iets. Ja, natuurlijk. Ja, je noemt het een primaire reactie. Dan praat hier over schelden natuurlijk en bedreigen en noem maar op. Hè. We zien allemaal het nieuws. Dus af en toe eens een keer Facebook openmaken. En dan, dan val je af en toe van je stoel van de reacties. Mm. Die onderbuikgevoelens. En dan met name heb ik het over de inwoners van de Krinkelhoek, waar dan eventueel wat huis zou komen, die statushouders zouden komen. Ja. Heb je enig idee waar die angst, waar die vandaan komt? Ja, dat heb ik wel. Wij hebben ons daar, ik durf dat gerust te zeggen, en dat hebben we eigenlijk ook al aangegeven, we hebben ons vergist in de situatie in de Krinkelhoek. Ik ken de Krinkelhoek als Ossenaar ook nog als een gewoon niks aan de hand rustige wijk. Ik heb er 12 jaar gewoond. Ja, maar die wijk is enorm veranderd de afgelopen 5-6 jaar. Daar zijn veel buitenlandse mensen komen wonen, er is veel verloop. En wij kwamen gewoon op het verkeerde moment, op de verkeerde tijd. Of op de verkeerde plaats. De buurman die daar woonde is gewoon fel anti-buitenlands. En die heeft de boel flink op kunnen raaien. En dat heeft voedingsbodem gekregen in die wijk. En vervolgens zegt men, ja, ik ben geen racist, want er mag wel een buitenlands gezin komen wonen. Dus die kun je wegstrepen, om het zo maar eens te zeggen. Het zijn geen racisten. Maar de felheid waarmee het gaat en waarmee en vooral hoe andere mensen die helemaal niet uit de wijk komen, of mensen die zelfs van buiten ons komen, zo'n toestand kapen. En de pers die er bovenop duikt, landelijke pers. Ja, en dan ben je de grip echt kwijt. En zo hebben we dat ook gevoeld. Heb je die aandacht vanuit de pers, heb je die als negatief ervaren? Nee. Of als iets te veel stennismakerij? Nee, dat hoort af en toe de nadruk op het negatieve. Terwijl, dat heet dan de zwijgende meerderheid. Maar ja, een zwijgende meerderheid, die vindt de pers ook niet. Dus ja, ik zie wel gewoon rondom de opvang van de noodopvang hier in Os, in het belastingkantoor, gewoon heel veel positieve reacties en dat gaat gewoon hartstikke goed. Maar ja, mensen die zo ingegraven in hun standpunt zitten en die haal je niet om. En de pers heeft daar inderdaad wel eens een versterkende invloed op. Ja. Nou, die ideeën dat vier mannen komen wonen, testosteronbommen, zoals ze door andere mensen worden genoemd, dus zijn het verkrachters. Ja, dan praat je volgens mij niet meer over angst, dan praat je het over vooroordelen toch? Die op geen enkel feit berusten. Hoe ga je daar als wethouder mee om? Wat ik net vertelde, het verschil tussen statushouders en vluchtelingen. Kijk, die ene meneer die hier in het ik weet niet of hij er nog zit, in het noodopvang zit uit Albanië, die al 20 jaar door Europa aan het rondzwerven is. Ja, die professionele vluchteling. Precies, ja. En die steelt en vindt dat het eten slecht is en zo. Kijk, dat soort berichten voeden er natuurlijk wel het negatieve blik op statushouders die door de IND zijn gecontroleerd, die misschien een gezinshereniging in het vooruitzicht hebben. En die vooroordelen die kun jij niet wegnemen als wethouder, want ik weet het ook niet. Ik denk ook van ja, die mensen zijn gecontroleerd, hebben een procedure doorlopen,
Ik kan niet. Wij kunnen geen, als gemeente geen veiligheid waarderen of garanderen. Wat je wel veel hoort, is mensen hebben het gevoel dat ze overvallen worden. Hè? Er komt in één keer een brief binnen, noem maar op. Nou, dan begint het eigenlijk pas. In dit geval ging het geloof ik over bouwvakkers die de omgeving wezen op het feit dat daar eventueel statushouders zouden komen wonen. Ligt er dan vanuit de gemeente, of misschien vanuit heel Nederland, elke gemeente, lopen ze niet ontzettend achter de feiten aan? En had dat dan niet veel eerder gemoeten? Wordt er wel naar elkaar gekeken hoe die zaken ontstaan? Ja, het is echt zoeken naar. Kijk, mensen zeggen er is slecht gecommuniceerd. Maar meestal bedoelen mensen, ik heb mijn zin niet gekregen. En dat is eigenlijk. We hebben nu in Herpen ook al gehad, hè, met de 14 statushouders. Daar hebben we gezegd, weet je wat, doen we niet te snel van tevoren, want dan gaat zich dat allemaal rondzingen. En ook de mensen die, zal ik maar zeggen, rondom die neonazisten die dat dan oppakken om ook te komen demonstreren, zo weinig mogelijk gelegenheid te geven om dat allemaal voor te bereiden, gaan we kort van tevoren zitten. Ja, dan voelen mensen zich ook weer overvallen. Er waren gewoon 110 mensen, dus de mensen komen wel. Maar de boodschap daar was, ja, dit gaat gewoon door. En dan zeggen mensen, ja, wat doe ik hier dan? Ja, u wordt alleen maar verteld over het plan wat we gaan uitvoeren. En u kunt meepraten over hoe we het gaan uitvoeren, maar het wordt wel uitgevoerd. Mensen pikken dat gewoon niet. Die zeggen, ja, nee, ik wil inspraak, ik wil het gewoon niet. Mijn waarde van mijn huis gaat omlaag. Ik heb mijn eigen kapot gewerkt voor dit huis. En gek om nou hier een paar vluchtelingen neerzetten, ja. Ik kan dat ook niet ontkennen. Dat is ook zo. Het is wel een impasse, hè, zo langzamerhand. En nu hebben we de brief van de commissaris van de Koning gehad als Brabantse gemeente. Waarbij je zou kunnen denken, nou, dan kun je met elkaar gaan kijken naar een oplossing. Ik heb begrepen dat de coalitiepartijen hier in Os die brief eigenlijk min of meer hebben terugverwezen, zou ik maar zeggen. Waarom is dat eigenlijk gebeurd? De coalitiepartijen in Os hebben gezegd dat het geen Os-probleem mag gaan worden. Dit is een nationaal probleem en dat heeft nationale oplossingen nodig. Dus wijs locaties aan, en dan ging het met name over de huisvesting van vluchtelingen, hè, niet van statushouders. Mm-hmm. En doe dat gewoon op gecoördineerde manier. En ga niet iedere gemeente opnieuw proberen om dat allemaal met draagvlak en zo. Dat gaat gewoon niet lukken. Ik ben het daar overigens helemaal niet mee eens met die coalitie. Maar goed, dat mag. We hebben een duaal systeem. Ik vind gewoon dat we die taak moeten oppakken. En dat gaan we ook gewoon doen. En toch voel ik ook wel iets voor wat men zegt. Het is wel zo dat ik heb Tweede Kamerleden van mijn partij gebeld en die heb gezegd van, nou, dit gaat gewoon echt een probleem worden. Ja, maar we hebben nou toch de Turkije-deal, dus het is toch opgelost. En dan staan er 16.000 mensen in de asielzoekerscentra te wachten op, als statushouder op een huis. Dan denk ik, ja, welke werkelijkheid leef jij? Ja. Het ontslaat me niet van mijn verplichting om hier als lokale wethouder gewoon te zorgen dat het voor elkaar komt. En burgemeester Buijs heeft daar in feite ook vanuit de provincie een belangrijke rol in gekregen. Kan zij die nog steeds op zich nemen? Ook al, Dat is een lastige. Ja, dat was meteen vanaf het begin af aan een lastige rol die ze kreeg. Het is wel logisch dat wij als grootste gemeente die rol krijgen. En de burgemeester. Kijk, we hebben als college gezegd tegen de commissaris nu van, oké, dit is het standpunt van de coalitie. Dat nemen we eigenlijk voor kennisgeving aan en wij gaan gewoon aan de slag ermee. Ja. En dat gaan we doen. En we zullen ook binnenkort met Bernese en Landert met een plan komen voor de opvang van vluchtelingen. Dat komt ook. Waar ik me meer zorgen over maak, is die statushouders. Want wat is er toch in godsnaam gebeurd dat 150 statushouders vorig jaar in Os gewoon een plek hebben gevonden en zijn geïntegreerd. Misschien sommigen ook niet, hoor. Dat gaat niet altijd goed. En nu krijgen we het niet meer voor elkaar. Wat is dat nou? Ja, de geest is uit de fles, hè, denk ik. Dat is denk ik een beetje precedentwerking. Ja. Als protest en dit soort protesten helpt, althans resultaat heeft voor die mensen die protest hebben. Ja. We hebben nou in Heesie, we hebben trouwens in heel veel dorpen, steden gezien. Ja, dan heeft het dus resultaat.
En op die manier, ik wil het geen belonen noemen, maar dan komt het uiteindelijk wel op neer. Beloon je dus dit soort gedrag? Maar je kunt toch geen vier mensen in een super onveilige situatie laten wonen? Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Als je het vanuit die kant gaat bekijken... Dat was het. Ja. Er waren gewoon concrete dreigementen dat het huis te fik in ging en zo. Maar... Dat kunnen we toch niet maken? Nee, natuurlijk niet, maar tegelijkertijd is het zit er aan die andere kant. Het is ook een knieval. Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Maar daarom is het ook zo'n dossier waar je het dus nooit goed doet. Nee. Want er zijn altijd mensen die er of pertinent tegen zijn... of mensen die zeggen, wij zijn over flauwekul. Die mensen hebben hier gewoon recht op een plek. Ja, wat ik ook wel heb gemerkt is dat het huisvesten in woningen van de corporaties... ook een extra dimensie met zich meebrengt van het toewijzingsbeleid. Dat heb ik ook heel veel gehoord in die gesprekken in de Krinkeloek en in de Schadewijk. Van goh, waarom hij wel en mijn zus die met haar kinderen op straat staat vanwege scheiding niet. Ja. Dat aspect krijg je er ook wel bij. En daarom denk ik ook dat we ons toch wat minder op die corporatiewoningen... en wat meer op particuliere initiatieven gaan richten. En ook meer in geconcentreerde vorm gaan huisvesten. Ik ben er absoluut op tegen... Maar ja, we hebben gewoon getallen te maken, terwijl we het zo niet gaan redden. Hoeveel komen er de komende tijd nog? Ja, de getallen zijn... officieel is het getal voor nu OS 266. En wij houden rekening gewoon met 300. En volgend jaar ook nog een keer 300. Dus dit gaat gewoon door. En we zullen hier echt een oplossing voor moeten vinden. En ik ben ervan overtuigd dat die ook wel komt. Ja, dat hoop ik met je. Maar als ik dan zie zo'n situatie in Herpen... stel je voor, die mensen daar gaan eigenlijk hetzelfde doen als in de Krinkeldoek. Komt er dan weer een knieval? Nee, ja, om het zo maar even te omschrijven. In Herpen is al een alternatief plan door een aantal notabelen in het dorp bedacht. En dat heb ik gisteren gekregen. Dat ga ik ook bekijken. Want in principe gaat het gewoon door in Herpen... tenzij er gewoon een hartstikke goed ander plan komt. Want wie ben ik om te zeggen dat dit het per se moet zijn? En de notabelen hebben gezegd... wij gaan ervoor zorgen dat het in orde komt. Ja. En daar had ik eigenlijk van een dorp als Herpen van tevoren al ook verwacht. Maar ja, mensen die daar, nogmaals, die daar wonen en net een hypotheek hebben geregeld en een huis hebben gebouwd. En ja, ik kan niet zeggen dat het huis minder waard wordt. Ik kan die garantie niet geven. Nou ja, goed, iedereen heeft sowieso mijn eigen moverende argumenten natuurlijk om ergens voor of tegen te zijn. Daar ligt aan iedereen zelf. Het is aan de beleidsmakers om daar beslissingen in te maken die af en toe keihard zijn. Ja. Terwijl het hier wel om mensen gaat. Om veilige huisvesting. En dat vind ik primair. Als ik niet kan garanderen dat mensen een veilig... Ze zijn gevlucht voor onveiligheid. En als ze dan vervolgens in een nieuwe onveilige situatie te huisvesten. Dat kunnen we toch niet verantwoorden. En dan moeten we misschien maar minder kijken naar van goh, gezelligheid en integratie en zo. Dan moeten we gewoon maar even het dak boven het hoofd regelen. Ja. Ja. En ik denk dat... de komende tijd veel meer het credo zal gaan zijn. Okay. Dan wensen wij jou natuurlijk namens Zout ontzettend veel succes mee. Dankjewel. En ik ga er gewoon vanuit dat werkt. Het centrum, daar moeten we nog even kijken wat er allemaal mee gebeurt. Dat zien we over een tijdje ook wel. Dank voor je komst, dames en heren, G. Wagenmakers. En dames en heren, u zult die gemist hebben. Onlangs overleed onverwachts poplegende Prince... Een klap voor al zijn fans over heel de wereld. Maar als zij hadden geweten dat vandaag het meervoud van hun idool in Zout zou optreden... dan zou het hier drukker zijn geweest. Dames en heren, is Jeroen Prinsen! Hoe had ik hem nog niet uitgelegd, Stijn? Woke up one Tuesday looking tired and I'm feeling quite sick. I felt there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened my wardrobe, put out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought, these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. Hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting there. Short on money now, long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late. And I don't need that excuse. I'm wearing my brand new shoes. Woke up one Tuesday.
seeing stars as I'm rubbing my eyes. And I felt like there were 2 days missing as I took in through the skies. And I made my way to the kitchen. I had to start from the shock of what I found. A room full of all of my friends, they were dancing all around. And I said, "You shoes just don't suit to me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. Hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. They're short on money now, long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. I'm wearing my brand new shoes." Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they'll take me home, wearing to the break of dawn. Take me walking through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they'll take me home, walking to the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's bright. Hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. They're short on money now, long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need that excuse. I'm wearing my brand new shoes. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. Hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. They're short on money now, long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. I'm wearing my brand new shoes. Dankjewel. Dankjewel, Jeroen. Het is weer tijd voor de roemruchte zoutquiz. En in het strijdperk vandaag twee heren die een stichting hebben opgericht om de vluchtelingen verder te helpen. Daar gaan we het zo even verder over hebben. Graag een warm welkom voor Ron van Helvoort en Angelo Schuurmans. Nou jongens, fijn dat jullie er zijn, aan deze tafel. Ik hoop het. Nou, we hebben het er net, valt nog te voorzien natuurlijk, maar dat komt goed. Zoals altijd, voorafgaand aan de quiz vraag ik altijd aan de kandidaat om zich even kort voor te stellen. En dan gaan we het zo even hebben over de onduidelijkheid die er bestond over jullie taken bij het AZC. Ja, Angelo, mag ik met jou beginnen? Ja, ik ben Angelo Schuurmans. Ik kom uit Os, oorspronkelijk. En ja... Wat kan ik vertellen? Vorig jaar, ik zal het even op de vluchtelingen betrekken. Dat ik ben vorig jaar vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk gaan doen in Griekenland. En daaruit heb ik in Nederland samen met Ron projecten opgezet voor onze organisatie Os Verwelkomt Vluchtelingen. Waar we echt van allerlei dingen mee organiseren rondom de opvang hier in Os. En die projecten zijn eigenlijk allemaal gericht om integratie en contact tussen de Ossenaren en de mensen uit de opvang te bevorderen. En ja, dus dat zijn we nu. Ja, dat is het eigenlijk. Super initiatief. Ja, dankjewel. En dan praten we over integratie. Nou, dat is natuurlijk een onderdeel Nederlandse taal, neem ik aan. Wat is er nog meer, Angelo? Ja, zeker. We hebben inderdaad het educatieproject. Dat is wel een van onze grootste projecten. En daar hebben we ondertussen zo'n 76 vrijwilligers voor op de lijst staan. Dus dat is echt... even iets dichterbij. Dat is echt een hele grote groep mensen waarmee we aan het werk zijn. Maar we hebben ook een Meet and Eat project. Waarbij Ossenaren de vluchtelingen thuis uitnodigen om te gaan eten. En dat is, daar krijgen we echt enkel positieve reacties op terug. Mensen hebben echt hele leuke tijden samen. En er worden ook langdurige contacten opgebouwd. Dus mensen gaan één keer bij elkaar eten, maar gaan dan vervolgens ook weer afspreken. En je merkt dan dat er echt een band ontstaat. En echt een contact tussen mensen. Dat is heel mooi.
En ja, we doen echt van alles. Deze week, heel leuk, kan ik wel even snel pitchen. Lanceren we een tv-programma. Een pilot hebben we gemaakt, waarin Ossenaren hun favoriete plekje laten zien aan iemand uit een noodopvang. En we hebben in de eerste aflevering een 89-jarige oma die heel enthousiast de Herpen Duinen gaat laten zien aan een jonge man hier uit het belastingkantoor. En dat is echt fascinerend. Het wordt heel mooi. Ja. Gaaf om te horen. Angelo, even, klopt het dat je ook vluchtelingen zelf op hebt genomen thuis? Niet permanent. Dus af en toe komen er vluchtelingen uit Zaandam of uit Rosmalen die dan een aantal nachten bij ons slapen. En dat zijn vluchtelingen die ik zelf letterlijk uit de boot heb gehaald. Dus die ik echt al ken vanaf het moment dat ze hier in Griekenland zijn aangekomen. En dat schept echt een band, kan ik je vertellen. Dus het is heel mooi om te zien dat die mensen uiteindelijk vanuit Griekenland zijn doorgereisd naar Nederland en hier nu op hun status wachten. En daarbij is het heel fijn als ze contacten hebben met mensen, wie dan ook, dat ze af en toe een weekend lekker weg kunnen of een week. En dan komen ze lekker bij mij en mijn ouders logeren. Ja. Cool. Ja. Nou, je hebt het niet allemaal zelf gedaan. Nee, zeker niet. Jouw compaan zit hier aan de overkant, zo dadelijk jouw tegenstander in een quiz. Ron, een keer wel anders. Ron, voor jou dezelfde vraag. Stel jezelf even kort voor. Ja, ik ben Ron van Helvoort, ook geboren en getogen. Ja, getogen. In Os. Ik ben docent maatschappijleer. Geef les in Den Bosch. En bij terugkomst van Angelo's ervaringen zijn wij wat gaan drinken en was hij zo overtuigend dat ik het eigenlijk niet meer over mijn hart kon verkrijgen om niks te doen. En zo is het echt gegroeid als het ware, het project. Verder stel ik niet zoveel voor. Wat doe jij met die vluchtelingen binnen de stichting? Ik geef ze les, maatschappijleer. Het educatieproject is hetgeen waar ik het meest bij betrokken ben. En bij het opzetten van nieuwe initiatieven sta ik vaak wel aan de... hoe zeg je dat? Aan de start, maar... nee. Maar er zijn zoveel ideeën dat je daar heel veel andere mensen voor nodig hebt. En dus het is vooral ook heel veel contact met andere vrijwilligers en natuurlijk met vluchtelingen. Ik laat ze graag voor me koken. Overigens echt een aanrader, want ze kunnen heel lekker koken. Niet allemaal trouwens. en een tijd lang de roosters gedaan totdat mijn vriendin het overnam. Dus het is, de bedrijvigheid loopt zo tussen alles door. Dus wat ik nou precies doe, is niet echt samen te vatten in een vast takenpakket. Het verschilt ontzettend per dag. Het varieert ontzettend. Ja. Ja. Multi-inzetbaar. Ja. Dank jullie wel voor deze inleiding. Goed, misschien om vooraf even voor u te vertellen. Ik ben ervan uitgegaan dat natuurlijk de Nederlandse taal onderdeel is van waar jullie mee bezig zijn. Daar is de quiz ook voornamelijk op gebaseerd. Nou, laten we hopen dat goed komt, zeg maar. Want het zijn af en toe best pittige vragen. Ik zal nog even uitleggen hoe de quiz in zijn werk gaat. En daar gaan we zo mee beginnen. Ik heb een aantal meerkeuzevragen, die stel ik gewoon om en om. Hoef je niet voor op de tafel te slaan. Vervolgens gaan we naar de open ronde. Als je denkt het goede antwoord te gaan geven of te weten, sla met dat zoutvat hard op tafel en probeer het goede antwoord te geven. Wie aan het eind van die rit de meeste zoutvaatjes heeft, die heeft gewoon gewonnen. En die zoutvaatjes, die worden ons uitgereikt door niemand minder dan Marian. Dan gaan we beginnen. Leuk. Wij werken natuurlijk altijd alleen maar samen. Dus dit is... Dat is vaak in de zoutquiz dat we vaak toch proberen om gasten te krijgen die normaal gesproken inderdaad uit dezelfde hoek komen. Maar op dat moment tegenover elkaar gaan staan. Maar nogmaals, het is ludiek. En jullie krijgen er geen cijfer voor naderhand. Dus komt allemaal te weten. We starten met een meerkeuzevraag. Ron, vraag 1 voor jou. Een makkelijke. ABN staat voor Algemeen Beschaafd Nederlands. Waar werd voor het eerst ABN gesproken? Is dat A. Haarlem, antwoord B. Groningen of antwoord C. Balen-Nassau? Dat zal Haarlem zijn geweest. Dat is inderdaad Maar Haarlem. Algemeen Beschaafd Nederlands bestaat niet meer, hè? Nee, dat klopt. Maar toen nog wel. Ja, ja.
Dus rond 1920 ontstaan bij de elite in Hollandse steden. Eerst zoutvaatjes binnen. Oh. Angelo, waar in de volgende plekken op de wereld is Nederlands niet de moedertaal van de meeste inwoners? Is dat antwoord A, België? Antwoord B, Suriname? Of antwoord C, de Nederlandse Antillen? Dus waar is Nederland niet de moedertaal van de meeste inwoners? Ja, België denk ik. Ja, het lijkt een logisch antwoord, dat is het dus niet. Nee, het is de Nederlandse Antillen. Yes. 7% spreekt daar Nederlands, 65% Papiamento. In België spreekt 60% Nederlands naast Frans en Duits. En in Suriname 46% Nederlands. Mm. Het is je vergeven. Stand 1-0. Ron, vraag 3. Het Genootschap van Taal is een vereniging van taalliefhebbers. Hoe heet het tijdschrift dat zij uitgeven? Is dat antwoord A, niet voorzeggen, Onze Taal? Antwoord B, Taalactief? Of antwoord C, De Nieuwe Gids? Ja, dat zal A of B zijn. En Onze Taal... Nee, ik ga voor antwoord B. Dat is jammer. Ja, je moet ook aan hem denken. Dat is wel jammer. Ah, dat is wel heel sociaal. We werken nog steeds samen. Nee, het is inderdaad Onze Taal. En het komt 10 keer per jaar uit. Leidstand 1-0. Angelo, vraag 4. Welk antwoord op de volgende vraag is niet goed? Een bijwoord is een woord dat iets zegt over, antwoord A, een werkwoord. Antwoord B, een ander bijwoord. Of antwoord C, een zelfstandig naamwoord. Wacht, een bijwoord is, zeg het nog eens een keer. Een bijwoord is een woord, sorry, welk antwoord op de volgende vraag is niet goed? Ja. Een bijwoord is een woord dat iets zegt over, antwoord A, een werkwoord. Antwoord B, een ander bijwoord. Of antwoord C, een zelfstandig naamwoord. C. Ja, is goed. Oh nee. Jawel, mag best. 1-1. Maar stand 1-1. Ron, vraag 5. Bij de volgende... Oh, sorry. Enig idee hoeveel woorden vluchtelingen kennen na een week of 6 taalles? Scheer ze wel over één kam. Na één taalles? Na 6 weken ongeveer. Ja, we zeggen 25 woorden per week ongeveer. Ik kan niet rekenen, maar dat komt ongeveer op 150 woorden uit. Ja, precies zelfs. Maar er zijn echt mensen in de opvang hier die iedere ochtend om 5 uur opstaan om woordenlijsten te leren. Maar er zijn ook mensen die niet naar de les komen. Dus het is echt... Dus dan kom je gemiddeld op 150 uit. Ja. Nou, want dat is een leuke vraag, de volgende. Oh, hoeveel woorden staan er ongeveer in de dikke Vandalen? En schrik niet, dat is of antwoord A 240.000, antwoord B 310.000 of antwoord C 400.000. Ja, 310 lijkt me een mooi getal. Ja, is een mooi getal, maar het is wel fout. Ja. Het goede antwoord is 240.000, waar nog steeds meer dan genoeg is natuurlijk. Ik kom er nou ook zo achter van, natuurlijk vaak gehoord, de integratie in Nederland is mislukt, mensen kennen de taal niet. Hoe meer je bezig gaat houden met de Nederlandse taal, dat het helemaal geen makkelijke taal is om te leren namelijk. Heb je die ervaring? Voor dat merken bij vluchtelingen? Ja. Het ligt er een beetje aan of vluchtelingen ook al een andere tweede taal hebben geleerd. Dus heel veel mensen die kunnen bijvoorbeeld Engels of Duits of Frans ook vaak. En dan is het wat makkelijker voor hun om Nederlands te leren. En er zijn ook mensen die uit een of andere stam komen uit het zuiden van Syrië. En dat is echt voor hun een hele opgave om qua intonatie en klanken om dat echt allemaal te leren. Dus dat, maar over het algemeen is het moeilijk. Ja, het is moeilijk voor die mensen om het goed te doen. Ja. Oké. Okay. Blijft stand 1-1, hè, als ik niet vergis. Ja. Angelo, vraag 6. Het Fokschaap of het Kofschip, of tegenwoordig soms ook Ecstasy Coffeeshop, gebruikt zijn woorden als ezelsbruggetje. Wacht even. Oh, sorry, tegenwoordig wordt ook Ecstasy Coffeeshop gebruikt. Zijn woorden die als ezelsbruggetje worden gebruikt. Maar waarvoor? Antwoord A, of je de verleden tijd met een D of een T moet schrijven. Antwoord B, of je te maken hebt met een zwakke werkwoord of een sterk werkwoord. Of C, of je een werkwoord met een D of DT moet schrijven. Wat was die eerste? Of je de verleden tijd met een D of T moet schrijven. En die laatste? Of je een werkwoord met een D of T moet schrijven. Dat was... C?
Denk het wel, toch? Of nee, niet? Het is A. Fout? Ja, oh, het is A. Stop. Verleden tijd, D&T. Maar ik vond die exclusieve coffeeshop. Ik sta niet voor de les, mensen. Ik geef geen les aan vluchtelingen, gelukkig. Kennen jullie die al, die exclusieve coffeeshop? Nee, maar ik zal nooit meer vergeten. Ik ook niet, vond hem ook wel apart. Blijft stand 1-1. Ron, vraag 7. Laatste meer keuzevraag voor jou. Het groene boekje, waarin een nieuwe woordenlijst staat van de Nederlandse taal, wordt om de zoveel jaar uitgegeven. Om de hoeveel jaar? Is dat om de 2 jaar? Is dat antwoord B om de 10 jaar? Of antwoord C om de 5 jaar? Echt? Ja, fijn hè? Ja, dan doe maar 10. Ja, dat is goed. Yes, wist het. Maar pas heel kort. Ja, ik had wel met die mevrouw afgesproken dat ze harder zou klappen. Maar niet dat we zouden voorzetten, mevrouw. Dat is echt samenwerken. Maakt niet uit. Maak stand 2-1. Antwoord 8. Die past wel bij deze vraag. Even goed luisteren. Waar komt het woord pechvogel vandaan? Is dat antwoord A? Als op school de ruiten waren gewassen, kwam het regelmatig voor dat een ongelukkige vogel tegen het raam vloog. De leerlingen noemden dat een pechvogel. Is dat antwoord B? Dit was een soort knuffel in de vorm van een vogel, gevuld met zaagsel, die een leraar vroeger naar een ongehoorzame leerling kon gooien. De leerling diende de knuffel vervolgens terug te brengen, waarna hij of zij een lijfstraf kreeg. Of antwoord C? Dit is terug te leiden naar meester Vogel, een hoofdmeester die in de 19e eeuw pedagogisch zijn tijd ver vooruit was en geen lijfstraffen wilde uitdelen. Dit ging sommige ouders wat ver en dat kostte hem uiteindelijk zijn baan en zijn huwelijk. Wat een pech voor meneer Vogel. Ik ga voor A. Voor A, ja? Niet goed? Nee, het is antwoord B. Echt? Ja. Ja. Oh. Ja, het was echt een knuffel gevuld met, als ik hem zou hebben, zou ik mevrouw namelijk hebben gekregen. Wegens voorzetten in de les, dat kan absoluut niet natuurlijk. Nee, maar het is inderdaad, ja, pechvogel. Ik wist het ook niet. Vond ik wel een leuke. Blijft dus de stand 2-1, hè? 2-1, ja. Goed, we gaan naar de open vragen. Neem het zoutvat ter hande, heren. Zijn hier nog bepaalde spellen? Als je zeg maar... Wie als eerste slaat, mag als eerste antwoord geven. Als je het fout hebt, dan mag je tegenstander alsnog proberen het goede antwoord te geven. Vraag 1. Spel het volgende woord. Enthousiasme. Je gaat het woord niet zeggen. Nee, ik ga absoluut het woord niet zeggen. Goed zo. Oh. Angelo, spel monnikenwerk. Wat? Monnikenwerk. Yes. Oké. Okay. Dus monnikenwerk? Ja, helemaal goed. Yes. Vraag 2. Spel het volgende woord. Ja. Rom. Kievitsei. K-I-E-V... Wat? Nee. Nee? K-I-E-V-I-T-S-E-I. Dat is wederom helemaal goed. Keurig, heren. Hier vallen heel veel mensen over, hoor. Ja. Monnikenwerk, dubbel K en kievitsei natuurlijk. Ja, dat moet duidelijk zijn. Eitje. Vervolgende een opdracht, vraag. Die mogen jullie allebei gaan doen. Dus je hoeft niet op tafel te slaan. Zeg de volgende zin 4 keer snel achter elkaar. Wie de minste fouten maakt, wint een zoutvaatje. En dit is een lastige. Moeder sneed 7 scheve sneetjes brood. Angelo, jij mag als eerste. Moeder sneed 7 sneden scheve brood. Nee. Het is echt een verschrikking, is het? Moeder sneed 7 sneden 7 brood. Nee. Ik weet de zin niet meer. De zin is: moeder sneed 7 scheve sneetjes brood. Moeder sneed 7 sneden scheve brood. Moeder sneed 7 scheve sneetjes brood. Ja. Ik heb 3 fout geteld. Ja. Ron? Mag ik ook de zin nog een keer? Ja, natuurlijk mag je die. Moeder sneed 7 scheve sneetjes brood. Moeder sneed 7 scheve sneetjes brood. Moeder sneed 7 scheetjes. Ja. Moeder sneed 7 scheve sneetjes brood. Ja, daar heb ik al 2 goed, hè? De derde heb ik al 4 eigenlijk dan niet. Toe. Eigenlijk heb je hem al binnen. Moeder scheet 7 sneetjes. Oh, ik heb zo lang moeten oefenen om die fatsoenlijk eruit te krijgen. Ik vind het knap, heren. Maar het betekent wel dat Ron nog een zoutvaartje krijgt. Maar het stand alweer 4-1? 4-2. 4-2, sorry. Ja. 4-2. Nou, je hebt nog kansen genoeg. Volgende vraag. Deze is wel weer niet snelst is. Wie schreef deze klassieker uit de Nederlandse literatuur, waarvan de titel luidt: Een vlucht regenwulpen?
Wat? Een vlucht wat? Regenwulpen. Het hart. Ja, dat klopt. Goed voorgezegd. Dankjewel. Maarten het hart. Omdat jullie allebei zo'n groot hart hebben. Ja. 4-3. Vraag 5. Wie is eigenlijk de huidige minister van Onderwijs in Nederland? Ah. Angelo. Schippers. Fout. Oh. Nee, dat is staatssecretaris. Busmaker. Ja, is goed. Keurig. Lekker. Je hebt nog 2 kansen, Angelo. Oké. Dit is een leuke. Welk Nederlands woord heeft de meeste betekenissen? Om even aan te geven dat de Nederlandse taal niet eenvoudig is. Van die 241.000 woorden. Ja, inderdaad. Ja, die. Een valse vraag. Is fout. Mm. Ik had nu niet... Sla en probeer iets te zeggen, hoor. Je denkt dat ik nu iets denk, maar dat is helemaal niet het geval. Ik zit gewoon te staren naar... Ik heb echt geen flauw idee. Ronnie, sla maar. Oh nee, dat was niet goed. Ik heb geen idee. Ik geef hem. Armbandje. Van heeft 61 verschillende betekenissen. Alleen, die zijn altijd in context met een ander woord. Dus dat is een beetje vals. Maar het zelfstandig naamwoord slag heeft 48 verschillende betekenissen. Ja, slag. Een slag in je haar. Een slag winnen. Als je erover nagedenkt, het is belachelijk. Maar zo zijn er dus veel meer Nederlandse woorden die dus zoveel verschillende betekenissen hebben. Ik kan me voorstellen, als je dat niet weet, probeer het maar eens te doen. Nou, dat valt niet mee. Maar goed, helaas maakt het niet uit. Maakt stand 5-3. Ik heb nog één extra vraag, die gooi ik er gewoon even in. Gewoon even puur voor de kruisbestuiving. Kijken jullie of jullie ook iets leren van de Syrische vluchtelingen. Want het zijn voornamelijk Syrische vluchtelingen, hè, waar jullie mee werken. Ja, klopt. Noem 3 Syrische steden. Angelo. Aleppo, Damascus en Sweden. Als een bus. Nog eentje. Nog één. Ja, maakt stand 4-5. 5-4. Dat maakt jou rond tot de terechte winnaar. Ik wil nog even een opmerking maken over die Syrische steden. Ik had hier zelf Damascus, Homs, Hama, Aleppo, Palmyra. Maar even over Hama. Daar is in 1982 heeft daar de vader van Sadat al een bloedbad aangericht. Hè, met zo'n 15.000... Ja, de vader van Sadat heeft daar, er was een opstand in die stad, en verschrikkelijk bloedig neergeslagen met duizenden vermisten en vluchtelingen tot gevolg. Het zit in de familie, wil ik maar even zeggen. Doet er niet zoveel toe. Maar de winnaar van deze quiz is bekend. Dames en heren, Ron van Elvoort. Je gaat naar huis met deze prachtige zoutbus. Maar zoals je zult merken is hij niet gevuld. Daarvoor zul je toch weer de samenwerking op moeten zoeken met jouw compaan, Angelo. Angelo, dankjewel. Je gaat niet met lege handen naar huis. Dames en heren. Wij wonen momenteel samen, dus dat is prima. Oh, nog beter. Ja, nog beter. Ik heb hem in huis genomen. Ja. Je hebt hem ook in Griekenland gevonden. Ja. Dames en heren, maak een hartelijk applaus voor Angelo Schuurmans en Ron van Elvoort. Normaliter speelt hij op een houten barkruk, eentje met geschiedenis. Heb je hem bij? Is dat hem ook echt? Ja, het is hem, ja. Ja? Wat is de geschiedenis eigenlijk? De geschiedenis is dat ik heb een aantal jaren geleden helaas een hele goede vriend van mij verloren. En dan wij maakten samen heel veel muziek. En toen, je overvalt me een beetje. Toen heeft hij net voordat, we wisten allebei dat hij ging sterven. Toen hebben we van tevoren erover gehad van ja, wat moet ik nou, als ik niet meer met jou muziek kan maken, dan doe ik het maar alleen, want ik ga niet met iemand anders dan muziek maken. En toen had ik bedacht van, eerst waren we heel erg zo van vrolijk en feestjes bouwen. Dat doe ik nog steeds met vanavond niets gehad. Maar toen wilde ik daarnaast iets meer laid back. En toen zei ik van, ik denk dat ik gewoon een hoekje ga zitten en een liedje ga zitten zingen. En als iemand wil luisteren, dan luisteren ze. En luisteren ze niet, dan is het ook goed, weet je, als ik maar lol heb. En toen zei hij, dit moet je wel iets hebben om op te zitten, zei hij. Dus toen heeft hij me deze kruk gegeven. Die heeft hij hoogstpersoonlijk
Ik denk niet dat er iemand van het kaartje hier binnen is. Maar die heeft hij zelf gejat daar in het kaartje. Omdat hij was er, een speler speelde ook Hammond-orgel. En deze kruk kwam precies goed uit met de hoogte van zitten. Toen hij daar aan het optreden was met met een ander bandje wat hij had. En toen zei hij van afloop eigenlijk van ja, zo lekker heb ik eigenlijk nog nooit gezeten. Dus ik neem hem gewoon mee. En toen heeft hij er aan de onderkant even iets ingeschreven en aan mij gegeven. En denk een week of 2, 3 of zo voordat hij overleden is. Dus. Nou, dankjewel voor het verhaal, Jeroen. Ja. Dames en heren, Jeroen Prinsen. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you do. In my head I paint a picture. Cause since you've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? Yeah, yeah. Did you have to quit that time? I will find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? Did you have to pay that fine? You were buzzing all the time. Are you still dizzy? Since you've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Valerie. Since you've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Why don't you come on over, Valerie? Dankjewel. Dankjewel, Jeroen Prinsen. In maart 2015 was hij eerder onze gast. Hij is creator, conceptontwikkelaar, presentator, dagvoorzitter, theatermaker, regisseur, stadskunstenaar en presentator van het AVRO-TROS-programma Kunstuur. Wij verheugen ons wederom op dit gesprek. Dames en heren, mag ik een applaus voor Lucas de Man. Kom je eerst aan dat ding en dan aan mij? Nee, andersom. Nou,
vertelde Bastiaan de hele tijd dat hij zoveel moeite had om dat ding aan de man te brengen. Ja. Dus. Nee, bij deze voor 6.000 euro. Maar we moeten wel echt een veel grote gat in zijn. Als je het echt aan de man wil brengen, dan wil je wel... Lucas, de laatste keer dat je onze gast was, hadden we het vooral over Romeo en Julia. Jouw eerste grote zaalvoorstelling. Maar dit jaar ben je bezig met Macbeth. Je staat straks op de parade met Wolk. Je maakt kunstinstallatie Het Oog in Tilburg. Werkt aan theaterproductie Bejaarde en Begeerte. Regisseert Los. Maakt Wij Varkensland. We zien je op tv met het programma Kunstuur. En je was dagelijks op de buis in de Museumweek. Onlangs was je in Os met je voorstelling In Search of Europe. En deze voorstelling werd ook een thema-uitzending voor VPRO's Tegenlicht. Lucas de Man, wanneer slaap jij? 'S Nachts. Goed zo. Nee, ik bedoel, wij doen veel. Wat grappig is, hè? Als je interviews doet, dat mensen dan vragen: hoe komt hij zoveel doet? En dan denk ik: ja, waarom doe jij zo weinig dan? Je kan dat ook vragen. Vraag nooit aan iemand: waarom doe je zo weinig? Je vraagt altijd als mensen veel doen. En ik vraag me dan af: is dat uit een soort angst? Is dat uit jaloezie? Geloof je dan niet dat dat kan? Dus ik vraag me altijd af van waar dat mensen die vraag willen stellen. Dus onwetendheid over hoe jij die tijd in kunt delen en hoe groot die projecten zijn en wat jouw inbreng daarin is. Als je deze lijst ziet, ja, dan val je bijna van je stoel. Ja. Maar dan komt het omdat ik niet precies of wij niet precies weten wat jouw rol daarin is. Maar dan nog, als ik wel weet wat je rol erin is, en die is toch vaak leidend, dan is het nogal wat. Ja. Nee, het is heel veel, maar het is ook mijn passie. Weet je? En het is ook wat ik heel, heel graag doe. En ik heb heel goede mensen rondom mij, want dat is meestal mijn antwoord. Ik heb wel heel goede mensen rondom mij die nog harder werken dan mij. Dat is eigenlijk, terwijl wij hier nu zitten, zijn er 10 mensen op mijn kantoor aan het werk. Weet je? De kunst van het delegeren eigenlijk. De kunst van het delegeren, ja absoluut. Ja, dat is heel belangrijk. Vooral weten wat je niet kunt. En in mijn geval is dat heel veel. En dus dat delegeer ik. En wat overblijft, doe ik zelf. Lucas, als kunstenaar, hebben wij gelezen, heb jij 3 basisprincipes. En we gaan ze alle 3 heel even langs, als je het goed vindt. Nummertje 1. Als kunstenaar creëer je zonder compromis wat je wilt. Ja. Nou, hier kunnen we ons een beeld bij. Nou, er staan hier 3 voorbeelden. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik ben blij dat ik ze nu eindelijk kan zien van dichtbij. Ik zou het niet in mijn vriendin stoppen. Ik ga er eerlijk in zijn. Maar andersom wel. Mijn vriendin zou dit in mij stoppen? Wat bedoel je dit nu? Nou, of jij en je vriendin? Ik stop mezelf heel voortdurend in mijn vriendin. Maar nee, ik vind het super mooi. Maar het is juist zo mooi dat ik het dan juist inderdaad eerder zou willen naar kijken en af en toe aandraaien dan dat het dan weg te stoppen. ons ik wel wegstoppen. Maar nee, creëer zonder compromis is voor mij een regel die in deze tijd heel moeilijk is. Kijk, heel veel, ik zeg, er zijn veel kunstenaars in de wereld, maar niet elke kunstenaar is een creator. Hè? En er zijn heel veel creators, maar niet elke creator is een kunstenaar. En los van het feit dat dat een butade kan klinken, bedoel ik daarmee dat voor mij is een creator iemand die creëert. Professioneel creëert. Dus die kunnen in de journalistiek zitten, die kunnen in de bankenwereld zelfs zitten, die kunnen overal zitten. Wat is het principe? Iets maken. Creëren. Creëren is iets maken, maar creëren is vooral zorgen dat je buiten je boxen gaat en niet laat zijn dat er nog niet is. Dat is creëren. En dat is heel belangrijk. Weet je? Of je zou zeggen professioneel verhalen maken. Verhalen, daar is alles op gebaseerd. Politiek is een verhaal, economie is een verhaal, geloof is een verhaal. Daar doen we heel veel mee. Maar je hebt ook andere soorten verhalen nodig. Over kwetsbaarheid, over angst. En dat is wat wij doen. Mijn soort mensen, wij maken verhalen die meer op een menselijk niveau zijn dan ergens daar. Maar wat vaak is bij de kunst, is dat heel veel kunstenaars, omdat het zoveel crisis is, gaan maken omdat ze dan hopen dat mensen het goed vinden wat zij doen. En dat probeer ik eigenlijk vanaf te raken. Dus iedere keer dat ik succes heb met iets, denk ik, oké, dus dat doen we niet meer. En niet dat ik geen succes wil, maar als je dan weer gaat herhalen, ik had makkelijk bij Jaren Begeerte 2 kunnen maken, of van sommige producten er nog meer. Kun je alleen maar zeggen als je succes hebt. Dat is inderdaad, alleen definieer succes dan. Hè, dan kan ik hem ook terugkaatsen. Wat betekent succes? Voor mij is dat wanneer ik het gevoel heb dat ik doe wat ik het gevoel heb. Voor mij is succes dat ik kan doen wat ik wil doen. Of toch wat ik denk te willen doen. Dat weet je ook niet altijd. Of zoals Picasso het zegt, het creëren van de omstandigheden om je werk in te doen is de helft van je genialiteit. Dus die 10 mensen op mijn kantoor, die ik ook alle 10 moet betalen, even wel voor de duidelijkheid, of wil betalen ook, is het creëren zodat ik mij kan zijn. Dus ik kan zoveel doen omdat ik dat gecreëerd heb. Dat creëren heeft mij ongeveer tot nu toe gekost om dat te kunnen doen. Ja. Ja. Dus in die zin, het is niet altijd makkelijk vrij zijn. Vrijheid is verschrikkelijk, maar het is wel wat ik wil. Het is een investering uiteindelijk. Tot ik dood ben. Ja.
En dat kan rapper zijn dan je denkt. Weet nooit, boom. Dus in die zin is het voor mij, ik ben hier in mijn leven. Of ik leef, of ik ben dood. Daartussen doe ik niet mee. Ik doe niet aan half-half of een beetje wachten of een beetje hangen. Of een beetje... Dus ik ga en ik voel en ik creëer en ik kom in allemaal werelden en ik kom mensen tegen. En het is in die zin super interessant. Het is ook heel heftig. Er gebeurt heel veel shit. Maar tegelijkertijd zit binnen die shit ook weer heel veel moois. Wij denken vaak, oh, als we allemaal maar rijk en je zoon, ik heb heel veel rijken thuis moeten gaan. Dat wil je niet, weet je wel. Los van waarschijnlijk hele mooie vibrators die ze op hun tafel hebben staan. Maar het idee, het gaat niet om rijkdom, het gaat om rijkdom hier. En natuurlijk helpt het om een beetje geld te hebben, want dan moet je daar niet de hele tijd mee bezig zijn. Dus opnieuw, de omstandigheden creëren zodat je je werk kan doen, is de helft van je genialiteit. Dus daar, dat is heel belangrijk. Nummer 2. Je verbindt dat met partners en het juiste publiek. Nou, we hebben gezegd, ja, als je dus creëert, kun je dat heel erg voor jezelf gaan doen. Of je kan terwijl je creëert, want je steekt daar zoveel energie in, ook mensen betrekken die bijvoorbeeld niet direct nodig zijn altijd voor de creatie, maar je daardoor weer verbindt. Dus uit werelden stappen. Dus het is niet omdat je in de theaterwereld zit, of de tv-wereld zit, of de kunstwereld, waar ik toevallig alle drie in zit, dat je daar binnen moet blijven. Dus bijvoorbeeld voor die ogen, of we zijn nu Wolk aan het bouwen voor Boulevard, dus voor Den Bosch. Nou, daar zijn 20 bedrijven bij betrokken. Die wereld vind ik ook heel interessant. Maar wij betrekken bijvoorbeeld ook, voor dat project Wolk, hebben wij gezegd, oké, alle kaartjes, dat zijn 3500 kaartjes, gaan wij zorgen dat daar de helft van door de anderen betaald wordt aan mensen die dat niet rap kunnen betalen voor zichzelf. Wegens, of die dat als cadeau zouden kunnen krijgen. Hè? Dus andere mensen van een andere taal, mensen die het geld niet hebben, of studenten, of bijvoorbeeld mensen die een cadeau verdienen, zoals mantelzorgers of die twee jongens die hier fantastisch werk deden, die hier net zaten. Dus hoe kun je dat doorgeven? Dat er niet alleen een soort culturele elite komt. Nou, toen hebben wij gezegd, we doen crowdfunding voor de kaartjes. Dus niet voor mijn project. We hebben ons geld bijna geregeld, maar ook al 2 jaar mee bezig, maar goed. Maar ik hoef niet dat geld. Ik heb wel kaartjes nodig, omdat ik anders mijn mensen niet kan betalen die daaraan gewerkt hebben. Dat vind ik wel belangrijk. Weet je, iedereen werkt, dus dan verdient er ook iets aan. Alleen, je wordt er niet rijk van hoor, trust me. Maar je verdient er wel iets aan. Alleen heb ik gezegd van oké, hoe kunnen we die stad betrekken? Dus nu vragen wij bedrijven, organisaties, particulieren, koop een kaartje voor jezelf, maar ook geef een kaartje door. De organisaties, die sociale organisaties, anderen hebben gezegd, oké, wij krijgen die kaartjes, wij geven die aan bepaalde mensen en in ruil doe iets terug. Aan de stad of aan jullie. Dus je komt een keer eten bij ons, of we geven een rondleiding, of we komen bij jullie auto's wassen, wat er een jongerenclub heeft bedacht, of we komen iets aan de stad, dat geven wij terug. En op die manier doe ik dus niet alleen mijn project, kijk hoe goed Lucas zijn project heeft gedaan, maar rondom het project ontstaan dus allemaal verbindingen, en wij stoppen daar tijd en geld in, omdat dat zou kunnen lukken, maar waardoor als resultaat ook mensen naar Wolk komen kijken. Ja, heel mooi. En dat is wat je bedoelt met het juiste publiek? Het derde is, zoek het juiste publiek. Nee, wat ik bedoel is, met het juiste publiek vinden, is dat heel veel kunst gemaakt wordt voor hetzelfde publiek. Dus als je kijkt in theater, bijvoorbeeld de kunst, gesubsidieerd theater, komt altijd dezelfde mensen naartoe. Ik denk dat ik ze bij naam ken tegenwoordig al. Ik denk dat ik hun sterrenbeeld zelfs al ken. Nu, ik vind dat niet erg, ik vind die mensen fantastisch, daarvoor doe je het ook, maar niet alleen maar. Dus als ik bijvoorbeeld de voorstelling In Search of Europe doe, wij komen ook op universiteiten, we hebben dit voor ministeries gedaan. Ik heb dit eerst in Roemenië gedaan, ik doe morgen in Stockholm, speel ik die voorstelling. Wij zien die overal op allerlei verschillende niveaus. Universiteiten, ministeries, we hebben die voor 200 Syrische vluchtelingen gespeeld, allemaal door elkaar. Omdat die voorstelling heel erg gaat over de heftigheden nu. We hebben dat hier in Oost voor 270 man gespeeld, fantastisch. Hè? Dus daar is een breed publiek, dus dat wil ik ook een breed publiek vinden. Maar we hebben de Fight Club gedaan. Mensen mochten vechten in de voorstelling met elkaar. Dat is dan voor een iets ander publiek dan gemiddeld. Dus daar jongeren, nou, dan moet je die gaan zoeken. En niemand komt zo nog maar naar de theater of naar de kunst. De musea waar ik voor kunst hier vaak kom, dat is allemaal eenzelfde soort publiek. Hoogopgeleid, intelligent, vaak heel knap. Die komen naar musea. Maar er zijn ook heel veel andere hele knappe mensen die daar niet komen. Nou, als ik als kunstenaar die wil bereiken, dan moet ik er naartoe. Dus wij zeggen, zoek het juiste publiek, stap uit je eigen angst, want dat is het vaak, en ga die mensen opzoeken, zorg dat ze kunnen meedoen bij je verhaal. Als je dat wil. Ja. Als je dat niet wil, moet je dat niet doen, nee. Mooie. En nummertje 3, je veroorzaakt een ontmoeting. Ja, dat is wat je hoopt. Nou weet ik wat jij bedoelt met ontmoeting. Ja. Dus misschien is het goed om het even uit te leggen. Ontmoeting bedoel ik het moment van niet moeten. De ideale ontmoeting is het moment van niet moeten. Wij moeten heel veel in deze wereld. Het is echt bizar. We moeten. Je kan hier in een gemiddelde stad in Nederland niet meer op een plein zitten of je moet iets. Ja.
Je moet iets consumeren of je moet dit of dat, maar gewoon ontmoeten, dus niet moeten. Dat is eigenlijk heel essentieel. Ik zeg altijd, je hebt overleven, dus je hebt nood aan eten, drank, liefde en ontmoeten. Momenten van niet moeten. En dat kan kunst zijn, dat kan natuur zijn, dat kan liefde zijn. En ik probeer heel zo bescheiden mogelijk, probeer ik met mijn fantastisch team om af en toe momenten van ontmoeting te creëren. Je kan jezelf ontmoeten, je kan een ander ontmoeten of je kan de wereld ontmoeten. Maar zonder dat dat moet? Nou, ik moet van mezelf, moet ik dat doen, ja. Dus het is niet dat je niets moet, hè. Pas op, die hele spa-arrangementen, we moeten even niets. Dat is bullshit, want je moet daar dan liggen en dan moet je ontspannen. Hè? Dat is ook een heel gedoe. Terwijl, het gaat niet over niets moeten, het gaat over niet moeten. En als je beseft in het leven dat je niet moet, scheelt een heleboel stress, hoor. Ja. Kijk, je moet heel veel doen, de hele dag en werken. En ik ook, ik heb mijn vergaderingen. Maar essentieel gezien moet ik niet. En als ik dat durf te aanvaarden, dan kan ik ook gewoon ademen. Want anders adem ik niet en word ik gestrest en dan krijg ik burn-outs. En er zijn er al zoveel met een burn-out. Nou, momenten van niet moeten, dus dat gaat over kwetsbaarheid mogen tonen. Hè? Dat gaat over mogen zijn wie je bent, ook al weet je het eigenlijk niet wie je bent. Nou, dat soort dingen is super essentieel. En wie doet dat nog? In de kerk vroeger had je een soort plek daarvoor, is gone. En waar is dat nu dan? Nou, en in die zin denk ik, nou, dat doen we dan. En af en toe lukt dat fantastisch en af en toe lukt dat helemaal niet. Maar ga je dan nog gewoon helemaal niks doen? Of ga je in het ontmoeten toch iets doen? Nee, maar in ontmoeten doe je heel veel. Kijk, een ideale vrije partij, hè? Laat ons maar direct, we hebben het hier toch over seks, is niet op een bok en dan gaan duwen. Een ideale vrije partij is eigenlijk dat je losstaat van regeltjes. Dat je met z'n twee eigenlijk nieuwe regels maakt of nieuwe avonturen gaat. Dat je eigenlijk het dier in jou, de heilige in jou en de mens in jou combineert. Goede vrijpartij is kwetsbaar en heftig tegelijk. Is heel, heel, heel voorzichtig en heel hard tegelijk. Weet je, heeft geen regels. Dat is een ontmoeting. Je doet heel veel in de goede vrijpartij. Hopelijk iets langer dan 5 minuten. Dus je gaat helemaal los. Daarna soms kan het hebben dat je helemaal denkt, what the fuck, wat was dit? Of dat je heel erg samen bent, of dat je moet huilen, of noem maar op. Dat is een goede vrijpartij. Nou, wat ik probeer, is de dingen die ik maak, moeten lijken op een goede vrijpartij. Dan doe ik het goed, want bij mij rennen ze allemaal huilend weg. Als ze allemaal huilend weg gaan bij jou, jongen, dan moeten we een keer praten. Zeg, Lucas, veel van wat jij laat zien en ook... Ja, je hebt een enorme bevlogenheid, maar ook heel veel maatschappelijk betrokkenheid. En dat zie je terug in de heel veel dingen die je maakt. Waar komt dat vandaan? Nou, ik woon in de maatschappij. Ja, maar je voelt je ook betrokken. Ja, maar ik bedoel, als ik er niet in wil zitten, dan ga ik wel ergens wonen op een bergheuvel, top. Mm-hmm. En dat is het dan. Dus ik bedoel, de maatschappij kan ik niet vormen. Of laat ons zeggen, ergens zo, mensen vragen mij vaak, en wat moet ik dan doen in de maatschappij? En ik zeg, wat doe je nu al? Weet je, die jongens die willen met die vluchtelingen bezig zijn. Ik zeg, cool, heel goed. Maar zijn zij beter dan een ander die dat niet doet? Nee, helemaal niet. Zij zijn bezig met die vluchtelingen. Waarom? Omdat zij dat willen. Het zou kunnen zijn dat je denkt, daarmee krijg je meer aandacht. Weet je, cynicus zou dat zeggen. Of, dan ben je een keer naar Griekenland geweest. Weet je? Dus in die zin, en dat is het niet voor mij, maar ik bedoel, begrijp wat ik bedoel? Het is ook maar een verhaal. En in die zin, de jongen die dit ontwerp, of de jongen die hier zit, dat zijn allemaal met mensen en die hoop mensen samen vormt de samenleving. En wat volgens mij is niemand weet het antwoord wat juist of fout is. Dat maakt ons heel bang, hè? Dat geef ik ook toe, dat veel onrust. Mijn huis wordt minder waard als er vluchtelingen komen, wat de fuck zijn mee bezig. Maar, tegelijkertijd heeft iedereen gelijk. He? Want iedereen zit op zijn eigen wereldje. Wat ik zo leuk vind, is dat onze samenleving een hoop mensen is die het niet weten. He? Dat is mijn definitie van een stad. Mensen die samenwonen, terwijl ze het niet weten. Moesten wij het weten wat we hier komen doen en wat de waarheid in de wereld is, zouden we waarschijnlijk niet bij elkaar gaan wonen. He? Dus we delen het niet weten. Nou, de betrokkenheid bij mijn maatschappij is omdat ik het ook niet weet. En omdat we allemaal maar bezig zijn en doen. En de ene denkt, ah, ik weet hoe het moet. En de andere denkt, nee, het moet zus en het moet zo. En het is allemaal niet waar. Of allemaal waar, weet je? Dus jij en jij vindt dingen, dus daarom zit ik hier. Maar iemand anders niet. Begrijp je? Dus dat is echt het... En dat is het heel moeilijke voor mensen. Want je staat 's ochtends op en je denkt... Hè, stel dat je denkt... Oké, wat ga ik vandaag doen? Of waarom ben ik hier? Of wat is mijn bijdrage? Is het heel goed als ik zeg... Mijn huis moet goed waard zijn, want dan zorg ik voor mijn kinderen en mijn zieke moeder, bijvoorbeeld. Hè? Gewoon om een keer te bedenken. Er komt een asielzoekcentrum, mijn huis wordt minder waard... en ik had bedacht dat ik dat huis kon verkopen... dat ik daardoor mijn kinderen een toekomst kon geven... en mijn gehandicapt kind die daar woont ook een goede toekomst... terwijl ik dat geld nu niet heb.
Is die man dan plotseling beter dan als het gewoon iemand is die gewoon geld wil verdienen? Weet je? Er is geen waarheid. En in die zin, ik ben ook voor het opvangen van de vluchtelingen. Tuurlijk. Voor mij. Maar dat is mijn waarheid. En dat maakt het zo moeilijk in deze tijd. Omdat er geen opgelegd kader is. Geen opgelegd verhaal. Geen van bovenaf zo hoort het en zo niet. Hè? Wat veel negatieve dingen heeft, maar ook veel hulp. Is het ieder voor zich. En dat maakt mensen heel stuurloos en onzeker. En wat bedoel je hier dan eigenlijk? Nou, en daarom heb ik... De Man door Europa project gedaan. Ja, ja, want dat is ook wel heel interessant. Hè? Je bent eigenlijk door 17 landen... 17 steden, 8 steden. Landen. Ja. Ja, waar ben je precies geweest? Je hoeft niet allemaal op te noemen. Wat de landen zijn Nederland, België, Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Griekenland, Turkije, vergeet ik er een waarschijnlijk. In Roemenië moest ik eergisteren optreden. Oh, sorry. Ja. Dus Roemenië, dat is heel leuk trouwens. Ik ga 2 keer naar Roemenië in een maand. Door 2 verschillende, Boekarest. Door 2 verschillende organisaties. De ene organisatie is zo'n hele posh euro, weet ik veel wat nog, organisatie. En we moesten in de Marriott gaan spelen. Dat is allemaal chic. We zitten in de Hilton, worden wij gezet, opgehaald met een privéchauffeur. En dan zit je daar in de Hilton en denk je, oh wauw, ik ken Macrons op je kamer. Oh, helemaal leuk. En dan word je dus naar de Marriott gevoerd en dan zitten allemaal mannen in pak. Mannen, allemaal mannen in pak. De vrouwen waren dan degene die het georganiseerd hebben. Kwestie van een beeld te vormen. En dan mocht ik daar spelen voor hun. Ze hadden er niks van verwacht en ze vond het allemaal heel inspirerend en nieuw. Maar volgende maand ga ik jongeren... Gewoon een groep jonge mensen die stad proberen te veranderen. Want er is heel veel aan de hand in Roemenië. Die hebben mijn voorstelling gezien op internet. Op mijn trailer. Die zeiden, kun je komen? We hebben geen geld. Dus ik heb gezegd tegen de mensen van de Marriott Club. Kun je dubbel betalen? Dan kan ik 2 keer komen. En in die dubbel doel, niet dat ik zo duur ben. Maar ik vind wel, zij willen wel dat betaald is. Ze zeiden, we gaan het zoeken. Ik zeg, nee, ik help wel. Dus ik heb die oudere mensen gebeld. Die zeiden, is goed. Dus zij hebben eigenlijk betaald dat de jonge mensen... een maand later ook die voorstelling kunnen hebben. Nou, dat vond ik dus heel leuk. Dus in die zin is het heel tof. Dus, maar ik kom dus daartoe. Ik speel en ik ben weer weg. Hè. Dus ik ga morgen vroeg naar Stockholm om 7 uur. En ik speel. En ik ben dan weer de volgende ochtend om 9 uur weer terug. Goh. Ja. Ja. En even terug naar de rest van Europa waar je geweest bent. Hè? De steden, de landen, nee, dat geeft niet, want ik vind het allemaal interessant. Nou, het valt mee hoor. Pas op, kan ik iets niet interessant zeggen en ik ga kijken of je oplet. wat ben je tegengekomen op die reis door die landen? Wat ben ik tegengekomen? Oei, dat is direct... Ik ga zeggen waarom ik geweest ben eerst. Ik ben dus succesvol kunstenaar. En toen merkte ik dat succes een groot nadeel heeft. Iedereen verwacht namelijk dat je herhaalt wat je al doet. Want dat vond ze goed. Hè? Dus dan kun je nog een keer dit maken. En ik werd er helemaal naar van. En toen vroeg ik aan mijn bestuur. Vind je het oké als ik op reis ga een maand? Want als ik natuurlijk een maand op reis ben, werk ik een maand niet. En dan verdienen al die mensen geen geld. Dus dan hebben wij gezegd, oké, we hebben in kas geld. Dan kunnen die mensen gewoon uit de kas betalen. Dan ga ik een maand op reis. En mijn bestuur zei, meer nog, wij vinden dat ik moet op reis gaan. Want dan stel je alles weer open. Ontmoet gewoon andere andere mensen waarvan je denkt, oh... Die doen ook supergoeie dingen enzovoort. Nou, uiteindelijk, we gingen betaald op reis. Omdat de EU voorzitter van Nederlandse voorzitter gedoe is. En omdat verschillende andere organisaties zeiden... Oh, als je dan toch op reis gaat, kun je voor ons dit en dit en dit gaan uitzoeken. Ik ging toen met een camerateam en wij wouden weten... Hoor ik tot een generatie en is het allemaal zo slecht als men zegt? Is het allemaal zo ellendig? Is het iedereen voor zichzelf? Of zijn er ook mensen met energie waarvan je denkt, wauw? Het antwoord is wauw. He? Er gebeurt superveel en Nederland loopt achter. Inclusief ikzelf eigenlijk. Vooral ikzelf. He? Ik ben hier dan een jonge creator en ik sta hier maar te doen. En ik word dan betaald, ik ben bezig. En ik zag als ik geen geld krijg. En dan heb ik allemaal mensen ontmoet in Italië, in Griekenland en in Polen. Die keihard werken, 10 keer harder dan mij, kan dus. En die er helemaal niks voor krijgen en die echt iets aan het moven zijn. Ik vond dat fantastisch. Dus wat is er aan het gebeuren? Er is een nieuw soort democratie aan het ontstaan. Er is ook minder democratie aan het ontstaan. Hè? Sommige landen gaan naar minder democratie. Andere landen gaan naar meer democratie. Nieuw soort democratie. Nederland doet alsof dat de wereld niet bestaat. Dus die wacht gewoon. Dan heb je dingen rond bijvoorbeeld sociale vernieuwing. Hoe gaan we om met elkaar? Hoe gaan we onze steden inrichten? Hè? Wethouder, lokale wethouder van ruimtelijke ontwikkeling. Winkels die sluiten. Nou, dat is één probleem. Er zijn nog... een boel dingen. Hoe gaan we om? Hoe gaan we om met ouderen? Hoe gaan we om met heel veel issues? En allemaal jonge mensen die daar keihard mee bezig zijn... om dat eigenlijk in een nieuw soort manier te doen. Omdat we dus... wij denken dat we een economische crisis hebben gehad. Maar er komt nog een hele grote aan. Dus don't worry. Er komt nog een aan. Dus als je denkt, ik heb er geen last van gehad. Niet bang zijn.
En dat is omdat ons kapitalistisch systeem klaar is. Dat geeft niet, dat is begonnen in de 16e eeuw, dat heeft lang genoeg gelopen. Heel fijn, ook heel veel goede dingen gedaan, dat is klaar. Dus al die babyboomers, er zitten er een paar, hebben de laatste mooie golf meegemaakt, wij niet. Dat geeft niet, hè? Wij gaan minder hebben dan onze ouders, maar we gaan het anders doen. Beter? Nee. Niemand doet het ooit beter dan een ander, ik geloof daar niet in, maar wel anders. En ik heb heel veel mensen ontmoet die dat aan het doen zijn, waarvan ik dacht, oh wauw. Het is niet erg als je durft te doen, vooral als je beseft dat je het niet weet. Want dan... En mijn grootste inzicht was, het gaat niet om het maken van een beter wereld, maar het gaat om het maken van een wereld. En dat dacht ik, oh kijk, dat vind ik interessant. Wij roepen altijd maar, we moeten een betere wereld maken, we moeten zo, en dan heb je goed tegen fout, en ik snap dat nooit. Maar als je niet bezig bent, ik wil een betere wereld maken, of ik moet beter zijn, of presteren, maar ik maak mijn wereld, en dan kan ik elke dag wisselen hoe ik dat doe, zeg maar. Want ik kan woensdag zeggen tegen iemand, ik hou van jou, en op vrijdag oprecht niet meer van die persoon houden, dat kan. Dat is niet mijn zin, dat is een liedje trouwens. Maar dat gegeven, nou... Dat geeft rust. Dus wat ik geleerd heb is, er zijn heel veel mensen bezig met deze maatschappij vorm te geven op een manier waar ik dacht, wauw, zonder dat ze bezig zijn met de wereld beter te maken, zonder dat ze een soort nieuw idealisme hebben, een nieuw systeem of een nieuw isme, maar gewoon doen. Met elkaar. En vooral uit de hokjes. Dus een architect die dan ook met allerlei andere soorten mensen samenwerkt om zijn gevoel te uiten. Nou, dat vond ik echt super. Maar in Nederland... Ben je daar wat dan teleurgesteld over dat het hier minder gebeurt? Hoor ik je dat zeggen? Nee. Er gebeurt in Nederland superveel. Mm. Alleen Nederland heeft het heel erg goed. Ja. Dus wij zijn meer bezig met onze waarde van ons huis. Ja. Dat is heel belangrijk. Want straks heb ik 200.000 euro op mijn bank. En met die 200.000 euro ga ik dan een nieuwe Tesla kopen. Weet ik veel. Weet je wel, we zijn mensen dat ermee bezig. Dus als je geen geld hebt, is het verschrikkelijk. He? En wat wij niet mee bezig zijn in Nederland is de groeiende ongelijkheid. 1 op de 5 mensen kan zijn huur bijna niet betalen of heeft last met zijn schulden. We zijn er niet mee bezig. We zijn alleen maar bezig met wie wordt er succesvol, wie heeft er veel geld, waar kunnen we naartoe streven. Vind ik een absurd gegeven dat we daar nog steeds maar mee bezig zijn. Dat we nog steeds met dat prentje van een eiland waar we niks doen de hele dag en we heel veel geld hebben. En dan denken we ook allemaal dat we een heel knappe vrouw erbij krijgen. Dat is ook iets dat ons geleerd is. Dat heb ik niet zo, hoor. Ik heb een knappe vrouw en ik heb helemaal geen geld. Sorry, schat. Ik heb helemaal niks. Nee, maar begrijp je dus... Ja. Dus wat er aan het veranderen is, is een welvaartseconomie die altijd gedacht heeft, we gaan naar beter, die verandert. Dus heel veel angst bij een oudere generatie. Oh my god, oh my god. En de jonge generatie heeft 2 kanten. Heel veel angst. En ook daadkracht van yes, we weten het niet. Yes, er is crisis, dus verandering. Hè? Dat betekent crisis. Dus laat ons doen. Welke van die landen heb jij je meest thuis gevoeld? Kan ik dat zo zeggen? Sprak je het meest aan? Oh, dat zijn 2 verschillende vragen. Thuis voelen vind ik altijd een raar begrip. Ik voel mij thuis waar ik denk, hier klopt het. Dus dat is overal. Sprak mij meest aan? Minst Duitsland. Maar dat is ook omdat we in festivals en zo zaten. Dat was allemaal te clean of zo. Maar ik vond Spanje, ik vond Griekenland, eigenlijk allemaal. Ik vond in Warschau, ik was daar nooit geweest. We hebben daar een hele movement van jonge mensen ontmoet. En die slapen met 100, zij slapen met z'n 2 op een kamer. Die slapen met 100 op een kamer. Die mannen zijn allemaal hoog opgeleid. En die hebben allemaal zoiets van, er moet iets veranderen. Het is aan ons. En die zijn bezig. Weet je, dus dat vond ik vond dat zo tof. En niet link, en trouwens, los van politieke partijen. Dat is dus ook iets dat mij opviel. Mensen die niet zijn, ik ben links of rechts, maar die doen vanuit burgers. Vond ik ook heel interessant om te merken. Athene vond ik super. We hebben in Athene een week gezeten met allemaal jonge mensen en bezig en aan het gaan of zo. En mijn moeder altijd maar bellen. En het was toen dat er geen geld zo gezegd was uit de automaten. Gaat het, Lucas? Heb je nog geld? Wat denk je dat de Tweede Wereldoorlog is uitgebroken of zo? Dus het is heel mooi dat er een hele... Het stonden 5 filmploegen bij die ene automaat waar geen geld was. En dan waren er 7 automaten met geld en niemand filmde daar. Ik vond dat heel raar eigenlijk. Weet je, beeldvorming is zo fucked up. Wij doen echt of dat die Grieken lui waren en corrupt. Terwijl die Grieken hebben geen euro ontvangen van ons. Of kom, 15% van het bedrag dat wij geleend hebben aan de Grieken is terug naar de Grieken gegaan. En dan 85% naar de banken. Nou, zodat van dat soort heerlijke onnozelheid vind ik, als je daar dan bent en je spreekt met de mensen, heel veel clichés worden opgelost. Dus wat ik eigenlijk heel fijn vond, wat is dacht van Lucas, je moet meer uit je cocon komen. Nog meer dan je al deed. Af en toe gaan reizen, af en toe de mensen weer zien. Want je zal zien dat wij heel veel beelden in ons hoofd hebben die allemaal enorm getekend en gekleurd zijn. En dat is gewoon heel jammer, weet je, want dat maakt het ons nog banger weer. Ik denk dat angst een van de grootste kwalen van deze tijd is. Heel erg bang zijn. Terwijl bang zijn mag je, maar het is gewoon zonde van je tijd. Ja. Heb jij ook nog slechte seks ook als je bang bent trouwens? Ja. Ja.
Het is wel waar, hè? Een keer bang seks hebben, dat is heel raar. Over festivals. Over festivals gesproken. Denk je dat het Eurovisie Songfestival blijft bestaan? Nou, ik lach met het Eurovisie Songfestival in mijn voorstelling. Trouwens, heel grappig. Ik had die dus ik maak voor de mensen die niet gezien hebben. Ik doe af en toe liedjes van het Eurovisie Songfestival tussen de onderdelen in mijn voorstelling. En achteraf doe ik heel verontwaardigd dat er zo weinig mensen elk jaar kijken. Omdat ik het hoogtepunt van de Europese democratie vind. Wat dus ironisch is voor zij die dat niet zouden doorhebben. En ik deed dat ook in Roemenië. Normaal lachen mensen altijd, maar niemand kon lachen in Roemenië ermee. Want wat blijkt dat Roemenië niet mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival dit jaar. Omdat ze 10.000 euro schuld hebben. En dat niet mogen betalen wegens regels naar heel gedoe. Dus dat was een beetje een minder moment in Roemenië. Maar zal het blijven bestaan? Geen idee. En eerlijk gezegd, het interesseert mij ook niet. Oh, dus je hebt geen favoriet? Welk land er moet winnen? Ja, pas op. Doet België? Nee. Kijk, ik vind het heel leuk als er liedjeswedstrijden zijn waar mensen winnen en heel blij worden. Dat is heel leuk voor die mensen. Mm. Ja, het was eigenlijk onze eerste vraag met een knipoog. Want we hebben altijd voor onze hoofdgast 3 vragen met een knipoog. Oh, oei. Dus we hebben er nog 2 te gaan. Maar ik geloof dat Australië ook meedoet, hè? Ja, maar dat is ook omdat dat een heel Europees land is. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat weet niemand, maar dat ligt stiekem in de Europese Israël ook. Ja, Israël ook. Al jaren. Ja, heel veel fans. Lucas, als je een tijdreis zou mogen maken, waar ging je dan naartoe en waarom zou je daar naartoe gaan? Als ik een tijdreis zou mogen maken, ik zit zo naar dit ding te kijken. Volgens mij, als je hier goed aan draait, kun je een tijdreis maken ook. Dan zou ik doorheen de tijd reizen. Ja, ja. Helemaal door tot het begin, wat er niet bestaat. Dus dan los ik op in het niks. Het lijkt mij heerlijk. Ik zie alles terug. Waarschijnlijk kom ik dan uit bij de toekomst, gezien... Hè, het allemaal een en hoop is. En dan ben ik waarschijnlijk 1 met alles. Dus dat lijkt mij fantastisch. Dat ik het zal beseffen, want mijn bewustzijn is dan weg. Een mooi antwoord. Ik heb nog niet eerder gehoord. Wie zou jij graag naar een onbewoond eiland sturen? En moet ik mee of gaat die daar gewoon zitten? Nee, je mag diegene daar alleen naartoe sturen. Is het een mooi eiland? Dat mag je zelf bepalen, want het is onbewoond. Ik zou graag Jan Angst er naartoe sturen. Jan Angst is de personificatie van angst. Woont in een Felixwoning, klein. Heeft een vrouw waar hij heel af en toe nog mee vrijt. Heeft 2 kinderen waar hij eigenlijk teleurgesteld in is omdat ze te veel op hem lijken. Is tegen alles en iedereen omdat iedereen hem in de steek laat. En doet eigenlijk niks met zijn leven en roept heel veel op social media tegen alles en iedereen. Jan Angst. Voor de rest heel leuke gast hoor, daar niet van. En die zou ik graag naar een onbewoond eiland sturen. Met de mededeling, over een jaar kom ik je halen. En volgens mij is dan Jan Angst een stuk leuker geworden. Mooie oplossing. Lucas de Man, dank je wel voor je komst. En heel graag tot nog een andere keer. Dank je wel. Ja, krijg ik dan een zoutvaartje? En zoals altijd staan ze alweer klaar. Op tekst van Johan Berendsen, begeleid door Leon Hoeks, is hier Willeke met het Zout Slotlied. Bastiaan, een topdesigner, zette Os weer op de kaart. Maakte een bijzonder speeltje speciaal voor uw man zijn zwaard. Op 4 poten van ahorn, een zacht siliconen lijf. Trillend met een heuse motor, 12 volt vol in bedrijf. De SP'ers dachten, hey, kan wagenmakers daar niets mee? Blijven jullie lekker dromen, want nobody fucks with gay. En dat is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. We do, we do, we do, we dum. Mm-hmm.
mag nu de stad gaan redden. Vele winkels staan al leeg. U komt kijken, maar moet kopen. Wagenmakers is strateeg. Als we nu de Biep verkassen, komen mensen naar de stad. Moet cultuur het centrum redden. Het beheerst nu het debat. Maar we moeten gaan omdenken. Zet etalages in het licht. Als vluchtelingen daarin wonen, krijgen zij dan een gezicht. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Er mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui-doui-doui-doui-dam. Lucas zocht het in Europa, waar vond hij veranderkracht? Vond het niet bij overheden, het gaat niet om geld en macht. Lucas vond het onder mensen, hij zit niet in een systeem. De kracht zit hem niet in praters, werkers pakken het probleem. Ik zag vandaag een prachtig voorbeeld, doeners en niet xenofoob. Angelo en Ron zijn kanjers. Voor mij zijn zij Nederlands hoop. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout, dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Do we. Het zout is erop. De redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Ieding, Marianne Aartsen, Johan Berends, Hanneke Smits en Jurgen Pigmans. Productie Jules Ieding. De quizvragen werden bedacht door ons meesterbrein Henk van Schijndel. En deze keer was Marianne onze buitengewoon bekwame quizassistente. Met dank aan Ron van Helvoort en Angelo Schuurmans. Jan de Lijn was onze columnist. De tekst van het zout is van Johan Berendsen, werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Leon Hoeks. Onze muziekprogrammeurs zijn Rob Wijnhout en Thijs van Dam van leukebands.nl. De muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Jeroen Prinsen. De organisatie deden Paul Peters, Jan van der Doelen, Ellie Schuurman, Sjaak Bloks, Willy Bloks en Christa Kolman. Techniek was in handen van Han Pannenkoek en Ramon van der Veer. De foto's werden gemaakt door Hans van der Poel. Die kunt u zien op onze website www.potecafezout.nl. Zout is een initiatief van Jules Ieringen, wordt mede mogelijk gemaakt door de SP-afdeling Os en Cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactiepresentatie Stijn Steenbakkers en Annemieke Boelaert. Dank aan al onze tafelgasten Bastiaan Buijs, G. Wakenmakers en Lucas de Man. Namens ons allen vast een fijne zomer en wij zien u graag weer terug op zondag 9 oktober. Dank u wel.